This is you. Well, it's not you, it's Allie, but pretend it's you. You're getting ready for a date. This is your outfit. This is your hair. You look perfectly fine, so of course you hate it. Here are some helpful tips. First, make sure to take your hair down and put it up again as you're getting ready, approximately 37 times. Step 2, try on jewelry you hate and haven't worn in months. Maybe you've changed, maybe you like it now. You look great, except you hate that dress. Try spicing it up. Red, sexy but casual, perfect. Step 3, completely lose your shit. That's good, just let it out. Realize you're about to meet somebody for a drink at a bar with the hope that he'll be different from everybody else. Realize that dating is a complete and utter waste of time. Even if you do find somebody you like, you'll date for a while and then the only two options are breaking up or getting married and you are completely terrified of both. But dying alone is too cliche. So what other option do you really have? Just get up. Try changing your hair just one last time. Your new outfit is better. You like it, you look good. You don't need that necklace. This is what you're working with, so just accept it and move on. Step 5, time for makeup. Remember that you're a trash person who never learned how to put on makeup good, but who still feels like they need to use it. Look in the mirror and decide that you're pretty and you deserve love. Step 6, calm down, relax, have some tea. Consider how many people have actually been murdered by a stranger on the internet. Maybe just text a few people to let them know where you're going. Yep, that's still what you look like. Realize that none of it really matters, so you might as well try to have fun. Step 7, manage to successfully overcome the crushing existential dread, get up, and go be a person. Are we ready for a date? Bakhuizen Zwijger! Vanavond, 24 februari, Valentijnsdag. Ik ben best wel hard aan het schreeuwen, maar dat was op een... dat ik ook een beetje gespannen ben voor deze date. Het is spannend, ja. Mijn naam is Maurice Leekie en ik ben jullie host samen met mijn lieftallige date vanavond, Gian van Gunsen. Een applaus voor Gian. Dames en heren. Dankjewel. We zijn heel erg blij dat jullie in grote getale jullie Valentijnsdag met ons samen hier in deze zaal gaan vieren. Ik wil daarbij meteen een huishoudelijke mededeling maken. Alles wat jullie zeggen vanavond kan tegen jullie worden gebruikt. Want er staat een livestream aan. Dus de hele wereld kijkt mee. Duizenden mensen die zijn ook nog ergens out there met ons aan het meekijken naar dit programma. Dus dat ten eerste. Ten tweede, er is een hashtag. Mochten jullie interessante inzichten, ervaringen hier opdoen die jullie met de buitenwereld willen delen, dan kan dat via de hashtag SaveTheDatePDZ. Dus gebruik die ook voor Instagram, Twitter en alle andere social media. Want er gaan heel wat dingen gezegd worden die de wereld mogen horen. Gian, naast deze huishoudelijke mededeling hebben we een aantal thema's. Waar gaan we het over hebben? Ja, Maurice. Wie is hier eigenlijk op date vanavond? Gewoon eventjes, ben ik heel benieuwd naar... Heel voorzichtige handjes. Oh, ook dat kan tegen je gebruikt worden. Ja, precies. Die handen zien ze niet hoor. Nee, waar gaan we het over hebben? We hebben het over daten anno 2018. Met alle verwachtingen die daarbij horen. Normen die daarin spelen. En of we misschien een van deze twee misschien wat moeten gaan bevragen. En als eerste gaat Maurice hier straks als eerste op date. Met een aantal verschillende gasten. En gaat hij het hebben over... Ja, op date gaan in deze cultuur waar we gewoon allemaal apps hebben. Wie zit hier op Tinder? Oh, dat valt nog best wel mee. Dat zijn 7 mensen. Daar geloof ik helemaal niks van. Ik ga straks zoeken op mijn eigen... Nee. Dus in de tijd van dat we zoveel apps hebben, zo makkelijk iemand oppikken, en maar tegelijkertijd ook het single bestaan zo geaccepteerd is. Hoewel iedereen... blijkt vaak toch nog weer op zoek is naar die ene, de ware. En ook waar seksengelijkheid steeds meer een rol speelt. Hoewel aan het eind van elke date natuurlijk dat ongemak is van... wie betaalt nou dan die rekening? Over dat soort thema's heeft Maurice het hier. Daarna ga ik een stapje verder.
naar huis. En heb ik het over ja, of we daar nou tegenwoordig een officieel consentformulier voor nodig hebben. Want ja, we willen het heel graag gezellig en luchtig houden. Maar de hele MeToo-discussie heeft natuurlijk een enorme scherpe laag over het hele daten heen gegooid. Hoe bevrijd zijn we eigenlijk? En hoe vrij voelen we ons eigenlijk nog? Daar heb ik het over in het bed. Hey Gian, nog even een vraagje, want we gaan straks het hebben over intimiteiten van deze en gene, ook van onze sprekers. Misschien horen we nog wat uit de zaal. Maar als we het even over onze eigen situatie gaan hebben, misschien is dat goed om dat ook even te delen met jullie. Wanneer ben jij eigenlijk voor het laatst op date geweest? 5,5 jaar geleden met mijn nu huidige vriend. En ik heb daarvoor een jaar of... vanaf wanneer noem je dat je aan het daten bent, hè? Ik heb in ieder geval 10 jaar losvaste seks gehad met korte vriendjes en dates. En daarna heb ik mijn huidige vriend ontmoet. En sinds ik met hem heb ik nog geen seks met iemand anders gehad. Oké, nou, dat gaat goed. Ja. Wij hebben ook nog geen seks met elkaar gehad, ook niet in het verleden. Ik heb dus niet Tinder meegemaakt. Ja, ik weet niet, of misschien was het er net wel, maar ik heb dus niet nooit op Tinder gezeten. Ja, dus dat is wel een beetje gebrek in mijn kennis eigenlijk. Hetzelfde geldt voor mij eigenlijk, want ook ik ben al een tijdje in een relatie en heb eigenlijk nooit op Tinder gezeten. Ik had erop gekund, zeg maar, in dat tijdperk. Maar toen was het dus net nog aan het begin van het Tinder-tijdperk. En toen was het ook eigenlijk nog een beetje... Als je erop gaat zitten, dan laat je ook zien dat je op zoek bent. Had je daar een oordeel over? Daar had ik dus een oordeel over. Ja. Ik dacht, nou ja, zo op zoek ben ik niet echt, weet je wel. Dus daarom heb ik er helaas, achteraf gezien, nooit gebruik van gemaakt. Want ja, je weet eigenlijk ook niet wat je mist in die zin. En wat me ook nog te binnen schoot is... Maar dat is wel heel lang geleden, maar daar ben ik ook nieuwsgierig naar jouw eigen ervaring. Of dit bij jou had gewerkt. Maar vroeger, toen ik dus jaartje 16 was... Toen probeerde ik altijd meisjes te versieren... door een gedicht van Shakespeare op te dreunen uit mijn hoofd. Dus dat begon dan een beetje als... Shall I compare thee to a summer's day? Though it more lovely and more tempered. Maar wat als openingstekst op je allereerste date? Of gewoon ergens... Nou, eigenlijk gewoon random om die date te krijgen. Zou dat gewerkt hebben bij jou, denk je? Nee. Zeg genoeg. Dit zegt genoeg, jongens. Maar laten we even naar de zaal gaan. We hebben namelijk een onderzoekje wat we met jullie live willen doen. En dat gaan we doen met de tool Mentimeter. Misschien kennen jullie die al als jullie eerder bij programma's van ons zijn geweest. Maar jullie kunnen allemaal inloggen op Mentimeter via dit scherm. Dat is een heel ingenieus systeem. En we gaan wat vragen stellen aan jullie. En dankzij Mentimeter kunnen we gewoon live de antwoorden, anoniem natuurlijk, maar dan kunnen we wel de percentages kunnen we zien, kunnen we live de antwoorden meten in deze zaal. Dus ga naar menti.com en gebruik de code 557500 naar boven in de hoek. En dan zitten jullie in het systeem. En dan gaan we jullie een aantal vragen voorleggen. En die zien we straks ook groot op het scherm. Mocht je nog in willen loggen op wifi, dat kan dus. Met zwijgerzalen en het wachtwoord de zwijger. Ja, misschien, zijn we allemaal een beetje aangehaakt? Misschien als je ingelogd bent dat je even je telefoon omhoog houdt. Dan weten we een beetje hoe de... Ja, oké, okay, dit is ongeveer, echt nog een minderheid. Dit is nog een minderheid. Ja, als je ingelogd bent of je telefoon even omhoog... Ja. Langzaam, maar zeker. Zijn er nog wat mensen aan het proberen? Kijk jongens, dit gaat heel goed met die hartjes. Er mogen echt veel meer mensen bij, want er zijn hier echt met honderden mensen in de zaal. Dus, Oh, daar kan je het zien? Ja. Ah, oké. Okay. Kijk jongens, het is wel gezellig hoor, met jullie allemaal op daten zijn zo. Ja, we kunnen het, ja precies. 42, 43, 4. Ja. Nou, dat gaat goed. We gaan gewoon nog heel even over die 100 heen. Want dus ik zit ook daar achterin. Hebben we Mentimeter gevonden? Ja, daarachter ook. Ja, oké dan. Misschien zijn misschien mensen die hun telefoon hebben thuisgelaten omdat ze op date zijn. Zou dat nog voorkomen? Ja, dat je telefoon thuis laat omdat je met de ander wil zijn? Het zou kunnen. Dat nee, zou wel nou, de meeste aandacht... Nee, illusie, ook een illusie. Ja, precies. Wat zijn de mensen van Singles United hier eigenlijk ook? Zijn er mensen van Singles United hier? Want er zou een clubdate zijn. Misschien zijn er nu mensen met een club hier op date. Ja, oké. Nou goed. Ondertussen
Zullen we heel veel vragen waar de mannen... Door. Ja, ik ben wel even heel benieuwd om even de handen van mannen te zien. En niet dat ik kan jullie bijna allemaal zien, maar waar zitten de mannen in de zaal? Even een beetje weten wat het percentage is. Heel erg te gek. Dat is zeker 40%. Ja. 30%. Nou, ja, denk je? Ik presenteer de laatste jaren heel veel programma's over seks en seksualiteit. En het is gewoon soms echt een beetje ongelijk verdeeld in de zaal. En dat is gewoon jammer. Want, zitten er journalisten in de zaal eigenlijk? Die hier nu een soort verslag van maken voor een of ander medium? Want ik zie hier driftig worden meegeschreven, aantekening, boekje. Maar dat is tips, voor andere tips en tricks voor de dates. Ja. Oké. Ja, je gaat ook een heleboel goede tips op doen, hopelijk. Voor je dates. Ja, ja. Goed, ik denk dat we nu wel, we zijn al beide bij die 100. Dus dan kunnen we in ieder geval wel met de eerste vraag beginnen. En dan zien we zo ook even de resultaten. En ondertussen, weet je wel, als je een langzame telefoon hebt of je wifi doet het niet. Oh ja, kijk, dit is een makkelijke. Hoe zou je je relatiestatus omschrijven? Single? Ben je aan het scharrelen? Heb je een monogamere relatie? Of heb je een open relatie? Oh kijk, daar gaan jullie al. Kijk. Ik ben ook heel benieuwd of dan die 3% die dan dus, of 4% of 5 mensen die ze nu een open relatie hebben, of die... Of die ander van die relatie dat ook heeft, of ja, wat? Dat die ander, ja. Ja, dat, maar of die daar misschien ook iets over willen zeggen eigenlijk. Maar dat ben ik benieuwd naar. Of iemand daar iets over zou willen zeggen, hoe dat werkt. Maar we kijken nog heel eventjes hoe de percentages, hoe die vallen. Ja, heel veel singles gewoon. Ja, ja, leuk. Zijn er mensen met een open relatie die daar misschien op het podium even iets over willen vertellen? Hoe dat is, praktijkervaring. Is dat niet een heel ander programma, Maurice? Ben jij geïnteresseerd in een open relatie? Nee, dat is dan kan dat je alsnog op Tinder. Ja, dat... Hey, er zijn gewoon 186 mensen inmiddels aangemeld. Zullen we gewoon doorgaan naar de volgende vraag? Ja. Volgende vraag. Hoe vaak date je? Nou. Ja, dus meerdere keren per week. 1 date per week, 1 date per maand. 1 date per 2-3 maanden. En met geluk regel ik ergens anders een date. Nou, dit geeft ook alweer een heel interessant beeld. Meerdere dates per week, dat is echt topsport, toch? Ik bedoel, ja, dat moet je echt... En zijn er mensen die daar wat meer over willen vertellen? Ja? Het kost ook heel veel geld. Ja, als jij telkens de rekening betaalt. Dit is een expert. Maar daar, je kan wat opsteken vanavond, hè? Ja, precies. Goed, nou, dit geeft ook wel een aardig beeld. Dan gaan we naar de volgende vraag. Ja, hoeveel dates zijn gemiddeld met iemand naar bed? Ja. Iedereen is uitgelogd. Oh, nee, nee. Oh, kijk. Dus 1, 2, 3, 4. Doink, doink, doink. Nou, het zijn toch best wel 35 mensen die misschien na vanavond ook best wel gewoon een hele leuke avond kunnen hebben. Ja, maar het is ook triest dat hoe meer dates je dus eigenlijk met iemand doet, hoe erg je kansen dat je nog met diegene naar bed gaat afnemen. Ja. Toch? Of... Ja. Nou, en die twee dates, dat is eigenlijk ook wel een goeie. Dat is wel een mooie benchmark. Dus dat daar verandert dan ook echt iets. Ja, dus bij die eerste date hoeft het niet allemaal... Maar... En heel eerlijk, zeg maar, met jouw vriend, hoe ging dat toen? Was dat naar de eerste date ook? Of, Ja, het grappige was dat ik met mezelf een afspraak had gemaakt om niet met de eerste date naar iemand naar bed te gaan. Dat werkte ook echt veel prettiger. Voelde ik mezelf echt altijd beter bij. Maar met hem heb ik dat niet gedaan. En ik dacht dus eigenlijk, dan is dat een gemiste kans. Maar het was juist een hele goede schot in de roos. Ja. Dus principes gaan nooit op, dat is een beetje, maar ja. Ik had niet echt een principe, maar het is inderdaad met mijn vriendin ook na de eerste date. En toen kwam er een soort van hiatus van 2 jaar. En toen hebben we nog een keer een date gehad. En toen zijn we ook weer meteen na die eerste date. Omdat die eerste date awkward was? Dat eerste... Nou, ze gingen berg beklimmen in Afrika. Okay. En kwam nog een hele andere relatie tussen. En dan daarna, maar goed, oké. We gaan naar de volgende vraag.
Me too of niet me too? Dit is toch wel even een vraag, nou, die toch ook belangrijk is om gesteld te moeten worden. Ik ben ooit seksueel gemanipuleerd geweest. Ik heb mezelf ooit op seksuele wijze opgedrongen. Ik weet soms niet goed wanneer iets me too is. Nogmaals, dit blijft allemaal entre nous. Het zijn allemaal anonieme resultaten, dus wees je ook gewoon eerlijk in. Ik weet dat we hier met een zeer verantwoord, politiek correct publiek te maken hebben, maar ja, we zijn ook allemaal maar mensen. Wat zijn het voor aantallen? Hoe bedoel je 2,6? Dat er dan, zijn het percentages? Ja, dat gaan we eventjes toch even vragen aan onze programmamakers upstairs. Als we nu naar deze bolletjes kijken, zijn dat percentages of zijn dat absoluut aantal? Oh, gemiddelde van iedereen. I strongly disagree. Je kan kiezen tussen 1 en 5. Kijk, ja. Oh ja, ik heb een beetje me opgedrongen. Niet heel erg. Het was gewoon een soort... Ja. Ooit gemanipuleerd. Nou, en dit is misschien wel even een mooi punt om heel kort nog iets toe te lichten aan waar hebben we het vanavond over. We weten allemaal, en we zijn de laatste weken, maanden geconfronteerd geweest met chockerende cijfers, hoeveel mensen... vaak vrouwen, ook mannen, zich echt aangerand of verkracht zijn. We willen het vanavond iets minder over gewoon deze complete, evidente, kraakheldere situaties hebben. Maar meer over dat grijze gebied in het daten. Waar je van denkt van ja, ik slik dit gewoon, maar is dit eigenlijk normaal? Van ja, maar zo doe ik het gewoon, zo verleid ik. Dit is het spel van verleiden. Ja, is dat zo? Dus meer over dat blurrige gebied dan over dat waar ik hoop dat we hier consent over hebben met elkaar. Wat gewoon echt niet door de beugel kan. Ja, kijk, en dat is inderdaad iets wat wij dan wel heel vanzelfsprekend vinden. Maar je ziet dat in dat president van Amerika, dat die dus daar weer hele andere normen en waarden op nahoudt. Dus wat dat betreft is het... Minder kraakhelder dan ik hoop dat het is, misschien. Ja, maar ja. Daar gaan we achterkomen. Dankjewel voor jullie eerlijkheid hierin ook. Want dit is natuurlijk ook niet iets wat heel makkelijk is misschien om openbaar toe te geven. Maar de mensen die dus hebben aangegeven, nou ja, ik heb me ooit op seksuele wijze opgedrongen. Nou, die geven ook wel... Ja, daarmee iets aan wat in hun verleden heeft gespeeld. En ik hoop dat ze daar ook lering van hebben getrokken. En er zijn dus vooral heel veel mensen die niet goed weten wanneer iets me too is. Nou, daar gaan we straks ook met het panel over hebben. Heb jij je wel eens op seksuele wijze opgedrongen? Ik denk dat ik... Ja, dat hangt dus ook wel van waar je de grens trekt. Maar ik denk dat ik misschien wel eens iemand heb gezoend... waarvan ik achteraf me afvraag of dat een goed idee was. Maar ik heb... Dus je zou dat ook kunnen interpreteren als een opdringing. Maar ik heb natuurlijk nooit iemand verkracht, zeg maar. Dus dat, daar zit toch wel een grote... Nee, maar ja, bedoel, het is lastig om over te hebben. Maar ja, ik denk dat meer mensen toch in de situatie hebben verkeerd... dat ze misschien iets niet goed hebben aangevoeld. En dat ze daarom iets hebben gedaan wat ze achteraf beter niet hadden kunnen doen. Op de schaal van 1 tot 5? Jij? Ik denk dat ik dus, als ik het hier dus mee eens moet zijn, dat ik misschien dus wel eens een keer een verkeerde kus heb uitgedeeld. Zover zou ik wel opgaan. Een anderhalf misschien. Ja. Maar goed, en jij? Want ik bedoel, dit is natuurlijk niet alleen maar een mannelijk ding. Heb jij wel eens een verkeerd kusje ergens gegeven? Nee, ik heb wel eens uitbundig... bijvoorbeeld heel dronken, me opgeworpen. Maar ik weet denk niet dat ik op me op seksuele wijze opgedrongen. maar ik denk niet dat ik bedreigend was op dat moment. Maar goed, dat staat ook niet echt in deze vraag. Ja. Gewoon zo, hup, weg. Nou, zo zie je maar weer. Het is ook, het is een kwetsbaar gebied. Maar goed, daar gaan we het ook over hebben. We stellen ons kwetsbaar op vanavond. Dan hebben we volgens mij nog één laatste vraag. Oké. Okay. Ja. Doe het, maar doe het veilig, hè? Ja, precies. De laatste vraag is, deed je omdat het leuk is of omdat het moet? Ja.
dit gaat redelijk 50-50 op. Ja, dan slaat het toch weer door naar daten, is fijn. Ja, de mensen die echt heel graag hadden willen daten, hadden waarschijnlijk niet op Valentijnsdag hier gezeten, denk je ook? Ja. Ja, jeetje, wat is er dan zo kut aan? Ja, ja, ik snap het ook wel. Wil je daar dan even iets over zeggen waarom je daten dan kut vindt? Is dat iets wat je met ons wil delen hier op het podium? Vingers. Normaal zijn er altijd heel veel mensen die iets willen zeggen hier op dit podium. Loop maar even ernaartoe. Ja? Wie vindt daten kut? Ah. Nou, hoe heet jij en waarom vind je daten kut? Ik ben Marjolein. Ik vind het kut als je bijvoorbeeld op een online app een date maakt met iemand. En dan praat je even, dan heb je best wel verwachtingen ten aanzien van die persoon. En dan kom je de kroeg in en dan denk je, oh nee. En dan, ja, dan moet je echt de ballen hebben om meteen weg te gaan naar één drankje. Maar dat vind ik wel ingewikkeld. Ja. En hoe sluit je dit dan af? Nou, meestal kan je nog best wel gezellige gesprekken hebben. Maar dan ben je wel weer 3 uur verder. En dan denk je, ja, dat was best wel zonde van mijn avond. En heb je dan niet een soort van hotline die je kan inzetten? Iemand die jou dan even belt van, hey, er is een spoedgeval, je moet nu naar huis? Nee, ik was dus ook net verbaasd toen ik naar die statistieken keek van, ik heb gemiddeld 1 of meerdere dates per week. Toen dacht ik, holy shit, hoe doe je dat? Ja, maar dat is misschien ook wel, als ik heb die ingevuld en ik heb gewoon verkering, zeg maar. En dat is gewoon mijn... Weet je verkering dat je hier bent? Die zie ik wel. Wat? Nee, ik ging even heel snel. Ja, maar die zie ik meerdere keren per week en daar date ik mee. Dus misschien is dat een beetje verwarrend. Want er waren natuurlijk de helft van de mensen heeft een relatie en die daten ook gewoon. Dus dat is misschien niet zo awkward als met iemand in de... Dus je date ook gewoon met je relatie. Dat is natuurlijk ook gewoon... Je hebt gewoon afspraakjes gewoon met je geliefde. Ja, of met je vriendinnen of... ja, hele week. Nee, ja, nee, oké. Okay. Die meneer vond ook daten heel kut. Ik zag hier ook een hand, ja. Ik heb Tinder niet uitgevonden, laat ik het zo zeggen. Nee? Nou, dat is een zonde van je tijd. Echt zonde van je tijd. Je kan beter op toeval iemand tegenkomen in de straat, op het plein, in het café, in de trein, whatever. Bij Pakkers de Zwijger. Bij Pakkers de Zwijger, whatever. Aan de bar, daar, kijk daar, wat mij betreft, hè, ik praat even over. Maar ik vind het zo haakstaan op waar het over gaat, het spel. Het spel wat het verleiden is. En dat kan je niet vervangen door een app. Gaat toch zo de minuut op, man. Deze gedachte nemen we even mee. Ik vind het ook wel interessant dat jij daten dus associeert automatisch al met een app. Want er zijn natuurlijk allerlei andere vormen om aan die date te komen. Je hebt meerdere wegen naar Rome, ja. Maar ik heb hele vrolijke relaties gehad. Ben ik allemaal op feesten, partijen, cafés, kroegen, overal tegengekomen. Gewoon op straat, gewoon op de dansvloer, niks aan de hand. Maar daar ben je dan toch ook mee op date gegaan daarna? Ja, tuurlijk, oh, maar wel, ik heb daar geen app voor nodig. Nee, oké, de app. Ja, de app is kut. Maries, volgens mij mag jij op date gaan. Ja, dankjewel, Gian. Ik ga beginnen gewoon met onze eerste 2 gasten. En we zien jou gewoon zo dadelijk ik terug. Ik ga gewoon erachter staan met mijn microfoon, ja. Voor ons is... Het is heel erg leuk om met 2 min of meer experts op dit terrein te kunnen spreken. We hebben 2 gasten uitgenodigd. Onze eerste gast is een zij. Ze is op dit moment hoofdredacteur van Broadly. Dat is titel van Vice, groot millennial medium. Broadly is eigenlijk de plek voor vrouwen die hun plaats kennen. Hele mooie vrouwentitel. En ze heeft ook een boek geschreven, 30 dates cadeau. En met dat boek heeft ze eigenlijk een soort van een verslag gemaakt van hoe het is om zoveel dates achter elkaar te krijgen. Dat was eigenlijk als een soort grap begonnen, dates die ze voor verjaardag kreeg. En uiteindelijk is het ook een onderzoek geworden naar hoe het is om alleen te zijn in deze wereld. En hoe het is om een ongebonden bestaan te leven. Heel groot applaus voor Noor Spanjer. Noor, kom aan tafel. Ja, neem plaats. Neem plaats. Wij gaan ook op date. Ik ga hier een beetje ongemakkelijk tussenin zitten. Maar we gaan ook op date met een andere gast. En hij is personal development coach. Onder andere op het gebied van professionele development. Test. Doet hij het? Maar ja, maar hij moet het als goed doen. Op het gebied van professionele development en ook op het gebied van datingadvies. Daarnaast heeft hij een eigen bedrijf opgezet, Masterflirt. En we zijn heel erg blij dat hij er is, want hij weet eigenlijk er alles van. Je kan hem ook via zijn andere platform, Ask a Guy, vragen stellen over alles wat je eigenlijk van mannen wil weten. Als vrouw, maar misschien ook wel als andere man. En zijn naam is Tom Horny.
Welkom, Tom. Even kijken hoor. Doet hij het nou? Ja. Inmiddels, ja. Hij doet het. Oké. Okay. Hey Noor, jij hebt, je hebt heel veel dates gehad voor je boek. Ja, je zei net dat het een grap was, maar het was eigenlijk helemaal niet per se een grap. Hoe is het begonnen dan? Ik bedoel, het was wel leuk. Het was niet een soort van naar. Maar het was niet een grap. Ja, ik merkte toen ik vrijgezel werd dat heel veel mensen graag wilden dat ik zo snel mogelijk weer aan de man zou raken. Dat is een beetje wat je gebeurt als je single bent en niet 18, maar zo eind 20. Want je was na 5,5 jaar, je was 29 en na 5,5 jaar ongeveer, toen maakte je, of je werd je relatie beëindigd en toen speelde dit, hè? Precies. En toen dacht ik van ja, wat is dat toch eigenlijk vreemd dat je zo snel weer in een nieuwe, of snel, maar dat je zo snel mogelijk eigenlijk weer een nieuwe geliefde moet krijgen. Ik bedoel, liefde is natuurlijk geweldig, dus dat gun je iedereen. Maar als het niet zo is, waarom kan dat niet? Hoe zit dat? Waarom willen we zo graag dat singles snel weer single af zijn? Alsof het een soort ziekte is waar je snel beter van moet worden. En toen dacht ik van, ja, ik ga dat dus even een beetje onderzoeken. En ik vraag aan mijn vrienden om dates. Want ik wil wel gewoon wat langer alleen zijn. En dan, maar ik wil natuurlijk me wel vermaken. Dus ik ga gewoon op date. En dating apps, ik ben het niet helemaal eens met die meneer. Maar kijk, de jongere generaties die daten, vinden daten online en zo natuurlijk allemaal veel logischer. Maar ik dacht wel van, ja, het is wel leuker om met mensen uit mijn vriendenkring of vrienden van vrienden te daten. Want ik vind mijn vrienden leuk, dus vind ik meestal hun vrienden ook leuk. En om nou met iemand uit Alblasserdam, die ik niet ken, weet je wel, te gaan daten, dat is dan ook weer zoiets. Dus daarom vroeg ik het aan mijn eigen vrienden. Om gewoon gebruik te maken van mijn netwerk. En kun je nog even ons meenemen naar jouw leukste date en meenemen naar de minst leuke date? Seks. Nee. Ja, de minst leuke, ja, dat weet ik nog wel heel goed. Maar ik zal het netjes houden. Maar dat, ja, dat was toch met een man die gewoon heel erg vooral geïnteresseerd was in zichzelf. En die ja, echt een bedweter. En als ik ergens een hekel aan heb, is het wel bedweterigheid. Dus ja, dat was wel ingewikkeld. En het ergste was ook nog dat hij toen daarna tegen die persoon van wie ik die date had gekregen, want het waren natuurlijk allemaal vrienden. Toen had hij zoiets gezegd van, ja, ze vond mij heel leuk. Oh, toen haatte ik hem echt. Ja, nee, dat was wel fijn. Heb je dat dan ook wel snel afgekapt? Of is dat toch nog wel een hele avond? Heeft nou, het zelf gehad? Ja, nee, dat afkappen is inderdaad moeilijk. Dat werd hier net ook al even genoemd. Als je denkt van, mijn god. Maar kijk, het leuke aan mijn project was wel dat ik wel op een andere manier ben gaan daten. Want daten is inderdaad best wel kut eigenlijk. Maar vooral als je gewoon hele hoge verwachtingen hebt. En, je wil dat diegene iemand is met wie je heel erg lang wil zijn. Of een liefde of iets. Maar ik heb wel geprobeerd, en dat is moeilijk. Maar ik heb wel geprobeerd om er echt wat opener in te staan. Omdat ik dus, ja, ik bedoel, je bent altijd op zoek naar liefde natuurlijk als je dat niet hebt in je leven. Maar ik ging er toch echt wel onbevangener in dan echt op zoek naar liefde. En daardoor werden alle dates wel best wel leuk, eigenlijk. Want ja, de dates die ik daarvoor had, dus die veel meer gingen over echt van, ik moet een date, want ik moet liefde. Die waren eigenlijk vooral het leukst voordat de date er was. Eigenlijk dat filmpje wat je net zag, de voorbereiding op een date is toch eigenlijk het leukst. Want dan zie je jezelf de hele tijd door de ogen van die ander. En dan kan alles nog. En dan inderdaad, dan doe je zo'n deur open en dan denk je, oh mijn god. We gaan het zo over de leuke dates hebben. Dan ga ik even naar Tom. Tom, jij bent datingadviseur, coach, expert. Ja. Met wat voor soort vragen komen met name mannen dan naar jou toe als het gaat om daten? Nou, wat je ziet is op een gegeven moment bereik je een leeftijd dat je niet meer vanuit jezelf omringd bent door nieuwe mensen. Dus dan ben je zeg 28, je vrienden beginnen kinderen te krijgen, gaan minder vaak met je stappen. Je ziet dat je wereldje kleiner wordt en je merkt dat je volwassener wordt. Je settelt een beetje, je bent toen om naar de next step te gaan. En dan merk je, hey, het gaat niet meer vanzelf, ik kom niet meer vanzelf leuke mensen tegen, leuke vrouwen tegen. Oké, wat kan ik gaan doen om vanuit de juiste positie die keuze te maken voor die ene vrouw waar ik dan met commitment een lange relatie aan wil gaan? Dat is een beetje het proces en de omslagpunt voor mannen om ermee aan de slag te willen gaan. En ze pakken dat dan mee aan de slag willen gaan. Klinkt ook alsof ze dat heel professioneel aanpakken. Bijna als een soort van training die ze moeten volgen. Bied jij het ook zo aan? Nee, kijk,
je kunt het niet afdwingen. Die meneer die aangaf, ik haat daten, dat is waar. En het is het leukst om iemand in het wild te ontmoeten. Weet je, zo gezegd, ik heb mijn vriendinnetje bij de metro ontmoet. De nu moeder van mijn kinderen. Maar je kan wel zelf actief dingen creëren en stappen zetten om ten eerste meer onder de mensen te komen en bewuster te zijn van wat nu werkt om die eerste stap van het contact leggen leuker voor beide partijen, soepeler en laagdrempeliger zelf te creëren. En hoe bedrevener en ontspannender en relaxter je erin staat, hoe leuker de interacties die ontstaan. En dus ook hoe meer kans op een vervolgstap, in welke hoedanigheid dan ook, dat je daarmee creëert. En bijvoorbeeld gewoon even, wat zou jouw eerste advies zijn gewoon aan iemand die meer wil daten bijvoorbeeld? Kijk, oké. Als je het hebt over, quote-unquote, succes in de liefde. Okay? Dan kun je het heel erg kwantificeren en eigenlijk 3 deelgebieden. Klinkt misschien plat, maar het helpt heel erg om richting te geven in waar je staat en waar je naartoe wil gaan. Dat is meer, beter, langer. Ja. Klinkt plat, hear me out. Meer, stel je voor, 1 op de 100 mensen waar je die ontmoet, geldt voor mannen en voor vrouwen, heb die klik mee. Oké, ga 300 mensen ontmoeten en dan heb je 3 dates. Heel simpel, heel plat. Ga salsa dansen. Ga naar single events. Kom onder de mensen. Dat is meer. Schieten met hagel. Whatever, schieten met hagel. Ja. Beter, dan ga je kijken, oké, tot nu toe, om welke reden ook heb ik met 1 op de 100 mensen een klik. Hoe kan ik aan mezelf werken? Hoe kan ik mezelf ontwikkelen om van 1 op de 100 naar, zeg, 5 op de 100 te gaan? Dus hoe kan ik makkelijker mensen durven aan te spreken? Hoe kan ik toenaderbaarder worden? Hoe kan ik positief... Hoe kan ik daarin me ontwikkelen? En de derde fase, die eigenlijk ik het interessantst vind, is oké, dan heb je die persoon gevonden. Wat je merkt, ook in de ontwikkeling in het daten, wat het ook verder mogen zijn, is oké, eerst is het 3 dates leuk en daarna is de ander niet meer geïnteresseerd. Daarna is het 2 maanden, daarna is het 1 jaar. Dus oké, hoe kun je met die persoon die, waar jullie voor elkaar gekozen hebben, hoe kun je zorgen dat je dan ook langer op fijne, mooie, intieme, spannende, geile, gepassioneerde, connected wijze een lange relatie aan kunt gaan. En dat zijn de 3 deelgebieden. Iedereen moet voor zich bedenken, oké, hoe kan ik op elk van die 3 gebieden me ontwikkelen? En dan daar stap in te zetten. Heel erg kwantificeren en concreet maken. Als jij dit zo hoort, Noor. Ja. Wat doet dit dan met je? Ik bedoel, is dit herkenbaar, dit kwantificeerbare? Nee, ik ga er echt totaal onbevangen in. Maar voor mij is het ook niet echt een probleem inderdaad met contact maken of zo. Dat vind ik niet moeilijk. Waar ligt het probleem dan wel? Nee, ik heb helemaal geen probleem. Oké, je begon met het... We zijn zelf het woord probleem. Dus ja. Wat... Nee, zei ik dat? Ja, dat zei ik inderdaad. Maar nee, dat, of tenminste, dat werd hier gezegd van... Weet je wel, als je dus dat nodig hebt of zoiets... Omdat je weinig contact maakt, maar je wil meer... Dan is het een probleem. Maar nee, dat is voor mij niet een probleem. Dus... wat het met mij doet, ja, niet zoveel. Maar ben je eigenlijk nu nog aan daten? Ik heb ergens gehoord dat je eigenlijk niet per se het over af wil hebben. Ja. En dat je het is inderdaad wel zo dat in mijn boek heb ik het er ook over. Dat de vraag over liefde is heel vaak van en, weet je wel. Als je vrijgezel bent in ieder geval. Van en hoe is het? Nou ja, als je in een relatie zit is het ook wel vaak de vraag van hoe gaat het met de liefde? En het is wel zo dat ik juist heb gekeken naar andere relaties. Dus niet alleen maar de romantische, maar ook gewoon... Wat voor relaties kan ik aangaan met de mensen om me heen... die eigenlijk veel duurzamer zijn? Ik bedoel, ouders, vrienden, collega's. En wat kan ik daaruit halen? En ik woon nu bijvoorbeeld samen met iemand. En die heeft een dochter. En weet je, daar heb ik ook een hele intieme relatie mee. Maar niet een klassieke liefdesrelatie. Dus ik heb eigenlijk meer gekeken naar waarom is de romantische liefde zo belangrijk... En hoe zit dat met andere relaties in je leven waar je ook liefde voor hebt? En waarom is die romantische relatie dan? Wat is je conclusie? Ja, omdat het heel leuk is natuurlijk om een geliefde te hebben. Maar ook omdat het romantisch ideaal is. En het probleem, als je het daarover wil hebben inderdaad... is dat het vooral voor vrouwen wordt geproblematiseerd om alleen te zijn. En daar... Mannen die kunnen gewoon daar makkelijk mee wegkomen. Ja, makkelijker inderdaad. En er zit natuurlijk een biologische oorsprong achter, denk ik. Maar ook gewoon een stereotype wat voor vrouwen veel kwalijker is dan voor mannen. Ja. De man hier aan tafel hoorde ik net keel schrapen. Was dat ook een inhoudelijke reactie? Of, net? Ja? Nee, dat was, okay. Ik had me verslikt van het water. Goed. Geen zorgen, gaat goed. Dat romantische ideaalbeeld. Hè? Ja. Dus dat je eigenlijk een partner moet hebben. En dat gewoon één partner misschien ook wel. Mm-hmm.
En de worsteling die vrouwen daarbij hebben om dus alleen te zijn. Ja. Herken jij dat ook bij mannen? Is dat bij mannen inderdaad minder? Of zit zij daar ook mee? Hoe je het bent of keert, de seizoenen in het leven van een man zijn anders dan de seizoenen in het leven van een vrouw. Dat is een gegeven. En dan kun je zeggen, ja, er wordt te veel aangegeven aan de romantische liefde. In 2004 was een onderzoek gedaan. Werd gekeken naar vrouwen van 60. 90% daarvan, of 89% daarvan, had een kind gekregen. Dus de mens als organisme wil overleven en voortplanten. En het voortplanten speelt een hele, hele grote rol. Stel, je bent een man van 35. Dat ben ik trouwens voor alle 35. Een mooie leeftijd, ik ook. Niks mis mee. Maar dan, ik ook niks mis mee. Maar als we het gewoon heel feitelijk gaan bekijken. De bandbreedte aan vrouwen waar dan een man van 35 in geïnteresseerd is, versus de bandbreedte aan mannen waar de gemiddelde vrouw van 35 in geïnteresseerd is, is heel anders. Dus het wordt datingtechnisch ook gewoon veel moeilijker voor een vrouw van 35 om die partner te vinden. En als jij, en dat is in die zin de consensus, en dat is in die zin wat de overgrote meerderheid wil, en dat is uiteindelijk kinderen wil krijgen, ja, dan is het niet raar dat je die romantische liefde wil en dat fundament wil creëren om een persoon te vinden om kinderen mee te krijgen. En dan kun je wel zeggen, ja, oké, maar je kunt ook in je eentje kinderen krijgen. Ga je daar naar de onderzoeken kijken van wat de beste basis voor kinderen, hoe kinderen het beste opgroeien, dan zien we dat een stabiel gezin met twee ouders daarin de beste fundament is. Okay, ja, alleen 1 op de 3 huwelijken gaan stuk. Ja, en wat wil je daarmee zeggen? Nou ja, dat het dus niet dat liefde, dat romantiek niet echt een lang leven beschoren is. Nou, kijk, dan kunnen we gaan kijken. Oké, is dan de basis voor een relatie en is hoe we naar de liefde kijken nu, is dat dan goed? Moeten we? Nou, laten we het nog heel even toespitsen op het daten, want voordat we het over kinderen en zo hebben, weet je, dan zijn we echt al wel weer een paar stappen verder. En, dan terug nog even naar dat daten. En goed om te weten dat we alle 35 zijn. Dus in principe staan we op hetzelfde punt, biologisch gezien, ergens in ons leven. Alleen wij zitten in een ander seizoen. Seizoen. Dit is ook voor het eerst dat ik zo nadenk over. Maar dan nog heel eventjes, want toch nog heel even, hè, dat daten. Dat is in principe, het kan fijn zijn, het kan minder fijn zijn, maar het is een bepaalde fase, zeg maar, voorafgaand aan de echte lange romantische liefdesrelatie. En dan toch weer in de problematisering daarvan. Het MeToo-tijdperk is sinds oktober 2017, hè, het lijkt soms net alsof het al heel lang geleden is, maar het is pas sinds oktober 2017 is het een discussie. Onder de hashtag MeToo. Natuurlijk, de problematiek die erachter zit, dat is al van alle tijden eigenlijk. Heeft dit invloed gehad op het daten? Op de manier waarop we daten? Ik ga eerst naar jou en dan naar jou. Nee, voor mij niet. We hebben het er net aan tafel ook even over gehad. En ik begrijp dat er mannen zijn die daar inderdaad bang voor zijn. Maar dat lijkt me onnodig. Want als je gewoon goede intenties hebt, zoals gelukkig heel veel mannen, dan is er niks aan de hand. En bij daten hoort natuurlijk aftasten of de ander het leuk vindt. En dan kan je een blauwtje lopen. Maar dat is iets anders dan iemand met macht seksueel intimideren. Dat is echt totaal iets anders. Dus mannen, wees niet bang. Je kan gewoon daten en vrouwen aanraken als je het idee hebt dat zij dat leuk vindt. En als je dat doet en ze vindt het niet leuk, dan zal ze dat wel zeggen in de meeste gevallen. En of je loopt een blauwtje, daar lijkt me niks mis mee. En verder lijkt het me heel gezond als mannen er een beetje over nadenken. Want seksueel geweld lijkt een probleem van vrouwen, wat het ook is. Want het overkomt vrouwen. Geweld, zeg ik nu, maar grensoverschrijdend gedrag, zal ik het even nuanceren. Maar ja, het zijn natuurlijk de mannen die het voornamelijk doen. Dus we moeten ook kijken hoe we dat probleem kunnen verschuiven naar hun. En als zij daar dus nu over nadenken, dan lijkt me dat goed. En jij, Tom? Ik ben het helemaal eens, omdat ik ook... Kijk, nee, ik zie inderdaad niet een verandering. Ik zie ook niet dat... Ook niet die mannen die jou, naar jou toe komen en zich dus afvragen... Nou ja, wat kan dat eten, ben ik wel goed bezig? Ja. Nee, absoluut niet. Krijg je niet. Kijk, wat je wel ziet wat betreft MeToo, wat een fantastische beweging is... en dat ook en daar moet ook absoluut aandacht aan besteed worden. Kijk, Noor gaf aan van mannen hoeven zich nergens zorgen om te maken. Er zijn legio voorbeelden van mannen die puur door valse aantijgingen... of omdat ze iemand een keer per ongeluk tegen de rug hebben aangehouden... of bijvoorbeeld de oprichter van Atari, die puur een bepaalde... een prestigieuze prijs binnen zijn bedrijfstak nu niet meer gaat krijgen vanwege valse aantijgingen. Er is absoluut ook misbruik helaas gemaakt. En dat vind ik vreselijk, want de MeToo-beweging is goed. Dus vandaar ook dat de hashtag MeToo, hashtag mentor her, dat Amerikaanse managers nu moeite hebben om vrouwen 1 op 1 te gaan mentoren uit angst voor MeToo. En dan kun je wel al die, ja, dat is angst, het slaat nergens op. Maar het is een thema en vrouwen lijden hier ook aan. Dus
We moeten heel erg bewust blijven van hoor en wederhoor. En iemand is onschuldig tot het tegendeel bewezen is. En dat is een thematiek waar wel aandacht aan besteed moet worden. Terug naar het daten, helemaal eens. Ik heb niet het idee dat daar in Nederland overtrok over gedaan wordt. Okay. Sterker nog, ik hoor van heel veel vrouwen ook dat ze mannen zo afwachtend vinden. Ik ben ook benieuwd hoe de zaal dat trouwens ervaart. En dat ze juist iets meer positieve initiatief van mannen graag zouden willen zien. Herken jij dat, wat hier nu wordt gezegd? Meer initiatief van de man? Nee, maar ik geloof dat ik altijd een uitzondering ben op alles mee in het dateleven. Dan moeten we het misschien even aan de zaal vragen. Gian, kunnen we even peiling? Moet er mannen meer, en dan heb je het over fysiek initiatief? Nee, gewoon positief. Meer, weet je, op een leuke manier contact maken, aanspreken. Als je in de kroeg oogcontact maakt, weet je, gast, make a move. En dan kun je, kijken wat er gebeurt. Zou je dat even kunnen peilen? Is of hand in de lucht, dat is ook makkelijk. Wie is het hiermee eens? Een dame daar. Ja? Ja, oh, okay. Absoluut. Oh, mag ik even dat vragen aan jou? Waarom de absoluut? Nou, ik vind zeker dat mannen wel wat meer initiatief mogen tonen. Ik vind zeker Nederlandse mannen vaak heel afwachtend. En, hoor ik heel veel dit, ja. Ja, vind ik echt, ja. daar waren dus een heleboel mensen het mee eens. Hoeveel mensen ongeveer? Mannen ook, zie ik. Ja, ik weer, ja. Kijk, en dan kun je natuurlijk zeggen, ja, maar een vrouw kan een man toch ook aanspreken. Maar dan komen we op het punt dat de seksuele realiteit van een vrouw anders is dan die van een man. Oké, we dwalen af, maar we focussen even. Excuus, ik maak het verwarrend. Nederlandse mannen zijn wel ploer te vaak, ja, dat is wel waar. Wat zeg je hier? Wat bedoel je met de Nederlandse mannen zijn ploer te? Wat bedoel je ermee? Ja, ze zijn gewoon niet zo charmant. Nee? Schets dan heel even, want je weet dat je nu zeg maar aan het generaliseren bent. Ja, maar schets nee, dan heel waar. Even dat beeld dan van die Nederlandse man op date. Ja, ze zijn inderdaad gewoon niet zo charmant. Dat is het vooral. Maar hebben we het over de deur openmaken? Nee. Had ik hier nou net even die stoel moeten aanschuiven? Want... Nee hoor, nee, dat kan. Maar nee, ik weet niet. Het is gewoon een beetje zelf... Ze zijn vooral vaak met zichzelf bezig. Dat, of tenminste, de niet leuke dates, weet je wel, dan vond ik dat echt een probleem, ja. En met zichzelf bezig. Noor, heel eventjes, gewoon echt even voor die Joe Sixpack die helemaal nergens van weet. Waar begint dat Joe dan? Joe Sixpack? Ja, waar begint dat dan? Ja, jezelf heel graag horen praten, denk ik. Maar dat kan ook uit nervositeit zijn natuurlijk. Maar vooral het veel over jezelf hebben, dat is denk ik saai voor veel mensen. Dus je moet veel vragen van... Is dat wat je eigenlijk... Maar het moet ook niet een verplichting zijn. Het moet wel een beetje oprechte interesse zijn. Dat denk ik, ja. Wat adviseer jij jouw mannen? Kijk, de mannen die alleen over zichzelf praten... proberen indruk te maken door te vertellen hoe tof ze zijn. En de slechtste manier om indruk te maken is uiteraard exact zoals Noor zegt... door te blaten over wat je nou weer gedaan hebt van de week. Of weet ik wel, je werk, je auto of je horloge. Het idee van een date. Date nummer 1 is puur om te kijken... of het leuk genoeg samen is om door te gaan naar date nummer 2. En dat is ook het laagdrempel dat ik me zo aansprak aan wat Noor zei. Van oké, je gaat er gewoon open in. Je gaat kijken, is het leuk? De vraag is niet, wordt hij de spreekwoordelijke vader van mijn kinderen? Dan zet je er druk op, maak je het groot. En in dat proces van het relaxed laagdrempelen... geef je hem de kans ontspannen zichzelf te zijn. Geef je jezelf de kans om gewoon chill te zijn. En op dat niveau te connecten. Dus wat je wil is de ander echt leren kennen. En je leert elkaar niet kennen door... waar heb je gestudeerd en waar ga je naar op wintersport? Je wil weten wat er speelt in zijn of haar leven. En dat wil je verkennen, dat wil je van elkaar ontdekken. Ja, en daar vind je ook de verbinding op. Ik moet trouwens nog één ding zeggen. Er zijn vast ook vrouwen ploerten. Want er zijn ook vrouwen die veel over zichzelf praten en verwaand zijn. Wat je nou zegt is ook waar, van beide kanten. De valkuil voor vrouwen is dat ze... Nee, maar meer gewoon van... Beide partijen hebben zo'n ding. Wat je bij vrouwen heel erg ziet, is dat ze een waslijst hebben... en in interviewmodus knallen om even af te vinken... of hij niet alle foute eigenschappen heeft van jouw vorige exen. Dus zit je op voetbal, vis jij, eet je veel vlees. En je tak, 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 echt alsof je op een sollicitatiegesprek zit. Er is een reactie uit de zaal. Welke mannen herkent het eerst? Even handen in de lucht. Hey. Welke vrouwen herkent bij jezelf ook, of niet? Dat is een mooi stukje zelfreflectie, ja. Ik denk dat er een misverstand is. En dat is dat we denken dat mannen en vrouwen hetzelfde zijn of zouden moeten zijn. En dat als we wat nieuwsgieriger zouden zijn naar de verschillen... zouden we misschien als vrouwen in elk geval niet verwachten... dat een man een vriendin met een baard is. En op die manier veel meer kunnen waarderen... op wat voor manier mannen wel uit de verf komen.
Ik denk dat er echt vanuit ons vrouwen ook een heleboel eerherstel te geven is aan de mannen. Hoeveel lef ze tonen. En dat als je mannen ploerten noemt, dan word ik echt verdrietig. Dan denk ik, ja, er zijn echt ploerte mannen, ploerte vrouwen. Maar er is zoveel meer liefde dan wij oprapen. Maar dat is, het woord ploert, ik denk niet voor... Ontzettend mooi gezegd. Mooi gezegd. Dankjewel. Ik heb niet het gevoel dat Noor ploert bedoelde om... Ik ben dol op mannen. Echt, nee. Ik bedoelde gewoon, de ploerten zijn echt ploerten. Nee, maar ik heb de nuance aangebracht daarna. Absoluut. Maar moeten we anderen, want dat mevrouw de vraag misschien die ze stelt is, van moeten we andere verwachtingen hebben? Weet je, zou jij ook andere verwachtingen van een date moeten hebben dan een man dat zou moeten hebben? Ja, maar jij had het over verschillende realiteiten. Dus dan seksuele realiteit van de man versus die van de vrouw. Dus als dat waar is, dan moet je misschien ook wel andere verwachtingen hebben als er echt letterlijk andere realiteiten bestaan. Ja, ik geloof weer niet zo heel erg in enorme verschillen tussen mannen en vrouwen. Dus dat is misschien ook weer een probleem. Maar dat is ook weer echt een ander verhaal. Maar is dat met alle respect, hè, maar je zegt ik geloof niet dat die verschillen er zijn, maar ik neem aan dat je dit dan wetenschappelijk onderbouwd kunt beargumenteren. Nou, ik denk dat er gewoon heel veel cultureel bepaald is. Dus ja. Maar dan als het cultureel bepaald dat gaat heel erg over stereotypes. Dan is het toch ook verschil, toch? Ik bedoel, dat is dan. Nee, maar ik zeg ook niet dat mannen en vrouwen hetzelfde zijn. Absoluut niet. Maar ik geloof ook niet in dat een man dus inderdaad de jager moet zijn en de vrouw de prooi of zo. Dat soort shit geloof ik echt totaal niet in. Laten we naar de essentie gaan. Als je gaat kijken naar genen en het doorgeven van genen, zie je dat 75% van de genen die doorgegeven wordt zijn van vrouwen. Dit klinkt vaag, want dit betekent dat als je een bevolking van 100 mensen hebt, 50 mannen, 50 vrouwen. Gemiddeld gezien hebben de 50 vrouwen krijgen één kind en van de 50 mannen krijgen slechts 25 mannen, gemiddeld gezien, twee kinderen. Dus de helft van die mannen plant zich niet voort. De rest zijn de elfen males? Nee, elfen male, dat vind ik hou niet, kan niet van de term. Meer gewoon de succesvolle mannen die hun genen doorgeven. Ja, dus, de elfen males. Als jij het zo wil noemen, ja, prima. Nee, maar goed, dus om het tastbaar te maken. Dus de ene helft valt al in die zin af. Daarbij, tweede realiteit is, er is gewoon veel te veel zaad in deze wereld en te weinig vruchtbare eicellen. Punt. Dan kun je weer omheen draaien en dan kun je van alles zeggen. Dat is de fundament. Dat is net als de huizenmarkt in Amsterdam. Als je een huis te koop hebt, hoef je echt niet te gaan lopen leuren totdat iemand je huis wil kopen. Wat je wil, is je wil de huis voor de hoogst mogelijke prijs aan de fijnste verkoper verkopen waar je een goed gevoel bij hebt. Dus de dynamiek is heel anders. De man presenteert en de vrouw selecteert, omdat de uitgangspositie van een vrouw tot een bepaalde periode veel beter is. Dan krijg je wat ze dus bij Sex and the City, de mid-30s, power shift krijgen. Waarbij opeens, mocht je naar het kinderen willen, 90% groot deel wil ook kinderen, dan moet je opeens aan de bak en tempo maken. Ja, en dan is de man 35, heeft hij zijn fundament gevonden, weet hij waar ze staat, is hij van zijn babyvetjes af, heeft hij ook maatschappelijk een positie bereikt. En van daaruit heeft hij een bredere keuze om te maken. En daarin, in die dynamiek, in die speelveld, nog los van nature, nurture en al die omgaan eromheen, in die dynamiek wil je uiteindelijk liefde vinden. Dat is de onderstroom die je altijd ziet. En dat is het verschil in de seksuele realiteit. En daar heeft cultuur of whatever niks te maken. Dat zijn de biologische feiten. Noor, jij bent de hoofdredacteur van Broadly. Ja, het argument dat mannen hun zaad achterna lopen, daar zijn we nu toch wel een beetje. Heb ik niet gezegd. Oh, oké. Okay. Nee. Laat ik het zo zeggen. Mannelijkheid is in ieder geval een veel breder perspectief natuurlijk dan. Ik had niet over mannelijkheid. Ik ga ook niet tegen jou in hoor, maar gewoon ik vul aan. dan de stereotypes die er bestaan. Had ik gelukkig. Het ook niet over. Goed jongens, dan ga ik toch weer even terug. Want je merkt dat, en volgens mij is dat eigenlijk sowieso altijd op het moment dat er over de term genen wordt gesproken en biologisch, dan schieten er allerlei meters omhoog in allerlei richtingen. Dus laten we nog weer heel even teruggaan naar de liefde, want dat vond ik een mooi uitgangspunt. Noor, geloof jij uiteindelijk, of het nou wetenschappelijk verantwoord is of niet, maar geloof jij dat er op ieder potje uiteindelijk een dekseltje past? Meerdere deksels. Meerdere deksels. Tom? Ik geloof niet moeten willen om er meerdere deksels op te passen. Uiteindelijk gaat het erom. Oké, even terug naar de essentie. Samenlevingen met monogame, langere committed relaties zijn stabieler en minder gewelddadig dan samenlevingen waarbij het vrijer en opener is.
Kinderen worden in een beter milieu opgevoed als de basis is van twee ouders die bij elkaar blijven zitten. Ja. Uiteindelijk kun je met meerdere mensen een relatie opbouwen, absoluut. De basis van een goede relatie is de commitment te hebben voor elkaar. Die commitment elke dag weer te voeden. En ook als het even niet leuk is, ook als het niet spettert, ook als je niet porno seks op de wc van een kroeg hebt, omdat je al 5 jaar al met dezelfde persoon seks hebt gehad, om dan alsnog er samen het beste van te maken en die langere reis aan te gaan. Ja. En dat kan met meerdere mensen, maar uiteindelijk moet je voor één iemand daarin die commitment maken en er samen er het mooiste en het beste mee creëren. Oké. Okay. Dan sluiten we dit onderwerp hiermee af. Dankjewel voor het panel. Noor Spanjer, Tom Gondry. Groot applaus. Tom Gorny. Alle twee hebben zijn boek te koop ook later hier na het programma verkrijgbaar. En natuurlijk ook gesigneerd door de auteurs. We gaan nu even door naar het volgende onderwerp. Dankjewel, jongens. Ik denk niet dat dit een tweede date wordt, Maurice. Ja, dat weet ik niet. Maar misschien was het wel na de eerste date seks, hè? Dat kan. We gaan heel eventjes naar een filmpje kijken. I think it's true, because like usually the guy's trying to get the girl. So if the guy pays, then she'll be like, he's looking out for me and like, he's nice. Paid for my 2 drinks. Right. Who should pay on a first date? The man. Why? Because. What? Because we don't want to pay. Nobody wants to pay. You, the guy. Why? Because the girls just can't. You! You're the man! Be a gentleman! You say, can you pay this for me? She would stand up on the table and she would actually say, you know what? I'm done with you. You asked your date to pay for the bill? If you make her pay, she won't, on the second date, she won't want to marry you because you wanted her to pay. They'll just bust a whole marriage if you don't pay. Yeah. Usually boys pay for girls all the time. I don't get why, but... I don't get why either. Both of them. Split it. Yeah. It's fair. Yeah. It's the right thing to do. Yeah. Whoever likes the person better. How do you decide who likes the person better? You can tell if the girl's just walking like... Just calm. Let's say I was a girl and you were the boy. I would be like, no, you pay. That's what. And you can tell if the man's like cheery. And yeah, so like, what? She's bored and I'm cheery. I should pay? Yeah. What if the girl asked me out? Well then, I guess she... Actually, no. Either way. If you guys start fighting over paying, then just both pay. Split it. Yeah. I think if we started fighting over paying, we'd have bigger problems than just paying the bill. Yeah. You know what I mean? Rock, paper, scissors, who on the next date, who gets to pay? Yeah. But every date you go on, bring your money. She should pay. Because she asked you, it's her doing. She needs to pay. Like, you can't, like, just expect you ask them and then you pay. Right? It's not... I'm just made of money or something? Yes. Right? Unless the trees grow money. There are a lot of people who think that the man should pay. What do you think about that? Sad. I think it's sad too. So I pay on the first date, fine. On a second date. And you still pay. Will she pay for next time? It's up to her. Ladies just don't know what to do. How many dates do I have to keep paying? Probably 6 or 5. Why? Because, like, your favorite number might be 6 or 5. That's it, just choose my favorite number. My favorite number is 3. Yes. On a third date? You still pay. All of them. Until infinity? Yeah, until they say, I will never break up with you. And when they say they'll never break up with you? That's when you can stop paying. How many dates am I supposed to pay for before I should expect her to start splitting the bill or paying? At least a few months. Really? That's like, that would be a lot of money for me. Does that make me, like, inadequate? Kind of. Really? Oh,
Dan heet ik graag onze volgende gast welkom. Zij is filmmaakster. Op de Filmacademie heeft ze filmproductie gestudeerd. In het dagelijks leven houdt ze zich inmiddels heel erg bezig met de ontwikkeling van haar nieuwe webserie. Heel innovatief, een fictieserie, Anne Plus. We zijn heel blij dat ze er is. Ze is nu bezig met aflevering 6 van deze eerste serie. Ze heeft al 5 afleveringen gemaakt. De beelden die we hebben gezien zijn fantastisch. Ze heeft ook een hele mooie naam, Valérie Bicherou. Ha, Valérie. Hi. Neem plaats. We gaan eerst even naar een teaser kijken en dan gaan we met jou in gesprek. Nou, doei. Ja. Ik vond het leuk. Ja, ik ook. Tot de volgende keer. Ja. Leuk. Valérie, even voor de kijkers, even een hele korte elevator pitch over Anne Plus. Waar gaat het over precies? Waar gaat Anne Plus over? Anne Plus is een 6-delige webserie over het liefdesleven van de lesbische 20er Anne. Dus elke aflevering volgen we Anne met een ander meisje met wie ze een relatie heeft gehad of dates heeft gehad in haar studententijd. Dus als jonge 20er in Amsterdam. En waarom vond je eigenlijk dat deze serie nodig was? Want je wilt het graag maken. Je bent er al heel lang mee bezig. Ook met een enorm team. Jullie doen het eigenlijk allemaal nu nog onbezoldigd. Dus er zit een enorme drive en power achter. Ja, ik ben daar met een heel team aan bezig. En heel veel mensen voelen diezelfde druk om dit te maken. En het ontstaat heel erg vanuit het gevoel dat we de content willen maken die we vroeger heel erg gemist hebben. Toen we zelf jong waren. Want er is gewoon best wel... Of er was vroeger heel erg weinig content rondom lesbische personages. In ieder geval genoeg genuanceerde content. Want je ziet heel veel stereotypering als het gaat om homoseksualiteit in de media. Dus we wilden iets maken waar wij vroeger zelf heel erg blij van waren geworden. En waar hopelijk nu ook nog steeds heel veel jongeren blij van gaan worden. Hey, die dynamiek waar we net een beetje over hadden tussen... Ja, heteroseksuele koppels hebben het eigenlijk met name gehad tijdens het daten. Is dat ook herkenbaar voor jou als lesbienne eigenlijk? Hoe daten jullie? Is dat heel erg anders of is dat eigenlijk, gaat het veel vriendelijker? Ja, nou, ik moest wel een beetje lachen om het hele gesprek, omdat het heel veel natuurlijk over de genderhokjes gaat. En die gooien we nu heel even van tafel, want dat is toch wel anders. Wat wil je precies weten binnen het... Ik kan heel veel boekjes over doen. Over het nou, bijvoorbeeld, daar kwamen we in het voorgesprek al achter. Het hele MeToo-vraagstuk lijkt zich in ieder geval... volgens jouw observatie in de lesbische wereld... zeg maar wat minder voor te doen. Nou, dat is al natuurlijk gewoon een interessant gegeven. En is het zo dat misschien ja, letterlijk de datingdynamiek... wat er net werd gezegd, Nederlandse mannen zijn ploerten... maar ook Nederlandse vrouwen zijn ploerten. Weet je, is dat anders als je 2 vrouwen hebt die met elkaar op date gaan bijvoorbeeld? Ja, ik vind het... het is in ieder geval iets wat mij heel veel bezighoudt... in hoeverre wat binnen... Wat gender te maken heeft hier ook mee. Want ik denk dat binnen gender, man of vrouw, ook nog heel veel variatie is. Dus dat het moeilijk is om alles over één kam te scheren of zo. Ik denk dat ook heel dat veel... is zeker zo, ja. Zeker in deze tijden. Ja, en ik merk dat ook gewoon onder vrouwen. Iedereen is heel erg verschillend. Dus je loopt altijd tegen verschillen tussen mensen aan. Maar ik denk dat het dan wat minder over die stereotyperingen gaat of zo. Je bent wat minder bezig met de oerverschillen tussen mannen en vrouwen. Of die er wel of niet zouden zijn. En ik merk, ja, maar dat is voor mezelf sprekend. Maar ik denk dat je automatisch wat gemakkelijker bent met elkaar of zo. Maar dat heeft misschien ook gewoon met mijn geaardheid te maken. Ja.
Oké, okay, in de serie, laten we daar dan nog even verder op ingaan. In de serie, je bent met de laatste aflevering bezig, gaat eigenlijk hetzelfde hoofdpersonage op date met verschillende andere personages. Is dat het teken van promiscuïteit? Of is dat, wat wilde je hier eigenlijk precies mee laten zien? Zeg maar, omdat je iedere keer verschillende karakters heeft waar de hoofdkarakter op date mee gaat. We hebben dat heel bewust gekozen omdat we het tof vinden om een palet aan verschillende mensen te laten zien. En in dit geval dus verschillende vrouwen en hoe vrouwen ook heel erg kunnen verschillen. Ook omdat ik denk dat heel erg van deze tijd is om zeker als jonge twintiger heel zoekende te zijn naar wie je zelf bent. En hoe je dat vindt in een ander. En daarom wilden we eigenlijk anders zoektocht maken naar wie zij nu eigenlijk zelf is. En ook hoe de verschillende meisjes of vrouwen met wie ze is een soort van kant van haarzelf laten zien. En hoe ze daardoor ook meer ontdekt dat ze wat haar zelf wel en niet aanspreekt of zo. Zodat ze steeds iets meer trechtert naar wat ze nou eigenlijk zoekt of wie ze nou eigenlijk zelf is. En heeft ze die mensen uiteindelijk zeg maar ook nodig om, zeg maar, om zichzelf echt te worden? Of was ze zichzelf eigenlijk al voordat ze die mensen ontmoette? Ik denk dat je jezelf altijd wel bent. Maar alleen je verandert natuurlijk door de jaren heen. En ik denk dat, dat het een beetje zo gaat. Soms ontdek je iets nieuws over jezelf. En soms ga je daarna weer op je bek of zo. En kom je uiteindelijk wel steeds meer over jezelf te weten. Maar blijft dat volgens mij altijd doorgaan. En dat is ook een beetje waar we volgens mij nu met de serie naartoe gaan. Dat er nooit een duidelijk antwoord op komt. Of een eindconclusie of zo. Eindconclusie, daarnet hadden we het ook over. Romantisch ideaalbeeld. Uiteindelijk weet je wel hoe je het ook bent of keert. Misschien dan één iemand of misschien meerdere personen. Is er, dit zijn twintigers, straks worden ze dan dertigers. In de ontwikkeling van de serie. Is er dan ook één persoon waar ze uiteindelijk misschien mee gaan belanden? En is dat ook een ideaalbeeld die misschien toch ook wel speelt bij jou als maker? Dat is goed. Goed zit te vragen, want we zijn bezig met aflevering 6. Ga ik nog geen antwoord over geven. Maar laat ik over algemeen zeggen dat ik niet geloof per se in dat je met één iemand samen moet blijven en eindigen. Dus ook en zeker niet als je een jonge twintiger bent, wat Anne aan het eind van deze serie ook nog is. Dus ik denk dat die zoektocht je hele leven door mag blijven gaan. En maar er komen zoveel verschillende personages en soorten relaties ook nog lang rond Anne voorbij die verschillende kanten daarvan laten zien, denk ik. Wanneer kunnen we dit bekijken? Ja, rond de zomer hopen we eindelijk online te kunnen gaan. Dus nog eventjes doorwerken ondertussen. Oké, we gaan naar een mooie scène kijken. Dankjewel. Dankjewel. Hey, ik heb geen probleem. Dankjewel, Valérie Bisseroe, Anne Plus, Gian. Ja, we gaan met elkaar naar huis. Voor ons, wat voor motief iemand daar ook bij heeft. Of het om het zaad te verspreiden is. Of omdat het een gezellig of uitdagend gesprek was. Dus ik ga hier met mijn volgende twee sprekers praten over de volgende stap in de slaapkamer of in de keuken. Dat kan natuurlijk ook. De eerste gast is schrijver, journalist. Schrijft voor een heleboel verschillende bladen en kranten, zoals Vogue, Volkskrant. En totdat zij werd gevraagd om ook een boek te schrijven over vrouwen en seks. Had ze zich altijd al gespecialiseerd in dat onderwerp. Maar een boek over vrouwen en seks, dat was toch wel een beetje plat. Wat kan je daar nu nog over zeggen? Maar aldoende met haar onderzoek kwam ze erachter dat dat eigenlijk een veel ontgonnener terrein is en we eigenlijk misschien nog wel veel meer bevrijd moeten worden dan we denken. En daarom dat zij ook hier met mij in bed zit. Maartje Laterveer.
En nog een vrouw. Dus mannen, we hebben jullie zo meteen wel nodig in dit gesprek. De andere spreker is van het grootste kennisinstituut op het gebied van seksualiteit en seksuele vorming voor jongeren, het Rutgers. En daar is zij contentontwikkelaar en adviseur. Carlijn, de blikhoer. Voor jullie allebei een... zit jij een beetje oké? Ja, nee. Kijk, zo gaat het op een echte date, hè? Was dit nou wel handig om aan te trekken? Ja. Dat kan allemaal. Maartje, ik zei het net al eventjes in mijn aankondiging van jouw boek. Maar jij stelt dat we eigenlijk minder seksueel bevrijd zijn dan we misschien zelf denken. Staat die aan? Ja. Ja. Dat was eigenlijk de conclusie die ik zelf moest trekken na het onderzoek voor mijn boek. Wat bedoel je daarmee? Dat is eigenlijk ook iets wat de seksuoloog Ellen Laan mij heeft verteld en heeft uitgelegd. Ik had zelf een gevoel dat vrouwen nog helemaal niet zo vrij waren als we wel denken te zijn. En dat was meer een gevoel dan dat ik het kon onderbouwen met wetenschappelijke argumenten. Maar ik had het gevoel dat er soort nog steeds een dubbele moraal was. Dat vrouwen eerder als slet werden gezien als ze veel seks hadden. En dat het voor mannen heel stoer was. En ik had ook het idee dat voor vrouwen het uiterlijk veel belangrijker was dan voor mannen. Dat heel veel vrouwen nog faken in bed. Het idee hebben dat seks in dienst staat van mannen. Maar dat was meer gebaseerd op gesprekken met vrouwen en vriendinnen en interviews die ik had gedaan, dan dat ik dat echt zeker wist. En toen had ik een gesprek met twee seksuologen, Rick van Lunsen en Ellen Laan. En die bevestigden mij in dat gevoel, Rick van Lunsen, door te zeggen dat inderdaad heel veel vrouwen faken. Heel veel jonge meisjes ook pijn ervaren bij het vrij. En dat een direct teken is dat ze niet opgewonden genoeg zijn. Dus eigenlijk dat ze... penetratie toestaan zonder dat ze dat eigenlijk al willen. Dat ze het fysiek voelen. En hij gaf daar als verklaring voor dat heel veel vrouwen toch nog het gevoel hebben dat hun orgasme in dienst staat van de man. Dus dat ze eigenlijk uit zichzelf treden en van een afstand naar zichzelf kijken om te kijken of ze het wel goed doen. En dat orgasme dan maar faken, zodat die man het gevoel heeft dat hij het goed doet. Dat hij het goed heeft gedaan. Een soort schouderklopje. En dat vond ik vrij chockerend. En Ellen Laan die gaf mij daar een verklaring voor. Zij zei, de seksuele revolutie waarvan wij denken dat dat een seksuele bevrijding was, dat was meer een bevrijding van mannen. Omdat vrouwen beschikbaar werden voor seks. Het was een revolutie van normen. Die heel erg ging over met wie je wel en niet seks mocht hebben. Voor de seksuele revolutie mocht je alleen binnen het huwelijk seks hebben. En dan was het ook een huwelijkse plicht. Tot 1980, meen ik, was een vrouw ook wettelijk verplicht om seks te hebben. Verkrachting binnen een huwelijk bestond niet. Maar dat zei dus allemaal nog niet zoveel over hoeveel plezier de vrouwen... Maar precies, de vrouwen zelf, die waren nog niet... Er was nog heel weinig bekend over de vrouwelijke seksualiteit, wat hun opwindt. We dachten nog steeds dat het libido bestond. Dat een vrouw vaginaal moest klaarkomen. En dat als ze dat niet kwam, dat ze dan frigide was. En dat klopt allemaal niet, maar dat weten we nu pas. Dat is pas... Nu wordt dat een beetje onderzocht in de wetenschap en nu wordt dat duidelijker. En wat bedoel je, in die zin nu is dat gewoon echt dit in de dit, seksuologie? Ja, de laatste 20, 30 jaar is de seksuologie zich veel meer op vrouwen gaan richten. Daarvoor was het heel erg op mannen gericht en werd de vrouwelijke seksualiteit eigenlijk een beetje vanuit de mannen bezien. En bestond de seksuologie voornamelijk ook uit mannen. Dus dat verklaart ook een hoop. En nu bemoeien steeds meer vrouwen zich daarmee. En onder andere Ellen Laan is daar een belangrijke pionier in. Die heeft laten zien dat het voor vrouwen op bepaalde specifieke gebieden anders werkt, maar op heel veel gebieden hetzelfde werkt als bij mannen. Dat eigenlijk die overeenkomsten tussen mannen en vrouwen veel groter zijn dan de verschillen. En wat ook betekent dat mannen net zo goed op zoek zijn naar intimiteit en verbinding. En dat al die aannames dat inderdaad dus die niet-bevrijding zijn. Die niet-bevrijding die er nog niet is, dat is een gebrek aan kennis. Gebrek aan kennis en gebrek aan bewustzijn over conditionering, denk ik, ja. En je hebt het ook over dat vrouwen seksueel autonomer zouden moeten zijn. En wat bedoel je daarmee? Nou, ik denk dat er een verschil is tussen vrijheid en autonomie. Ik denk dat vrijheid heel erg gaat over dat je kunt doen en laten wat je wilt. Nou, in die tijd leven we. We mogen ook als vrouw mogen we
vreemd gaan. En weet je, die normen die zijn wat mannen en vrouwen betreft hetzelfde. Maar ik denk dat er een belangrijk nuanceverschil is tussen vrijheid en autonomie. En dat autonomie niet zozeer is doen en laten wat je wilt, maar weten wat je wilt. En ik denk dat daarin bij vrouwen nog heel veel te winnen is. Ik denk dat heel veel meisjes niet autonoom opgroeien. Dat ze niet, zeg maar, heel veel meisjes worden nog steeds opgevoed met het idee dat ze niet zich als een slet moeten gedragen. Dat ze moeten oppassen voor verkrachtingen. Dat ze. Ze worden niet echt gestimuleerd om bijvoorbeeld te experimenteren met hun lichaam. Op zoek te gaan naar wat hun opwindt. De vingers aan een piemeltje van een jongetje is heel schattig. Maar als een meisje met een vingertje zit, dan denk bij je. Bij meisjes is dat. Het is ook fysiek is het lastiger. Bij een jongen hangt het allemaal naar buiten. En dat wordt op een gegeven moment wordt dat hard. En dan denkt hij, hey, dat is fijn. Oh, leuk. Hey, niemand vindt dat gek. En bij een meisje zit dat verborgen. Dus daar moet je actief op zoek gaan naar hoe dat werkt. Want het is niet zo evident als bij mannen. En meisjes die worden daarin niet gestimuleerd. Moeders en vaders doen er ook een beetje ingewikkeld over. Noemen dat ook een beetje niet bij de naam. Die noemen dat spleetje. Of die zeggen, jongens hebben een piemeltje en meisjes hebben niks. Ja, precies. Ik heb ook van die kinderboeken. Staat bij meisjes alleen zo lies, weet je wel? Of zo, dat je zo denkt. En het is heel belangrijk, want er zijn nog steeds heel veel vrouwen die denken dat ze vaginaal moeten klaarkomen. Of dat de clitoris, dat het kleine knopje vooraan is. Daar kan Carlijn ook heel veel over vertellen. Dat is niet zo. En, er is een heel veel heel groot opwindingsgebied waarvan heel veel vrouwen niet eens het bestaan weten. En ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Dat ook al op een jonge leeftijd in seksuele voorlichting wordt. Je hoeft niet dus je ziet, bij, je ziet een maken, grote maar rol hiervoor om dit zowel die bevrijding als die autonomie, die dus beide voor een heel groot deel van kennis afhankelijk zijn, zie een hele grote rol in de seksuele opvoeding of vorming. Ja. Bij de ja. scholen of bij de ouders of waar zie je dat? Ja, beide. Maar niet alleen in de voorlichting. Ik denk dat inderdaad heel belangrijk is. Ik denk dat heel veel begint met kennis. Maar ik denk ook dat er heel veel schaamte en gêne is bij meisjes. Meer dan bij jongens. Volgens mij weet Carlijn daar ook heel veel over te vertellen. En ik denk dat een maatschappelijk iets is. En ik zou het zo fijn vinden als we iets minder over normen hebben. En iets meer over wat voor verlangens we hebben. Iets meer die donkere kanten van seksualiteit. Want het lijkt wel alsof we het heel veel over seks hebben. Maar we hebben het vooral over technieken en hoe het eruit moet zien. En daar hebben vooral vrouwen überhaupt heel veel last van. Hoe het eruit moet zien. En meisjes die zijn al van jongs af aan bezig met hoe ze eruit zien. En of het allemaal wel strak genoeg is en slank en mooi genoeg. En dat is een directe belemmering eigenlijk. Want je treedt uit je lichaam. Je bent bezig met jezelf beoordelen. Mannen trouwens volgens mij ook hoor. We hebben nu heel erg over vrouwen. Maar mannen zijn volgens mij op een andere manier ook heel onzeker over prestaties. Maar ja, want hoe zit dat met die seksuele bevrijding voor de man dan, volgens jou? Ik denk dat daar ook heel veel te winnen is nog. Ik denk dat, zoals we vrouwen heel snel als slet wegzetten, worden mannen als watje weggezet als ze te weinig seks hebben bijvoorbeeld. Dus daar zijn heel veel conditioneringen die eigenlijk ons zelfbeeld heel erg bepalen. En al op jonge leeftijd. En ik denk dat heel veel mannen. Ik heb met ik zei het net ook al aan tafel, met een pornomaakster gesproken die amateurporno maakt. En zij krijgt heel veel mails van mannen die haar min of meer onzeker vragen of zij ook in aanmerking komen om een filmpje in te zenden, omdat ze bang zijn dat hun piemel te klein is. En dat is een onzekerheid die bij mannen wordt gevoed door de mainstream porno, waarin alleen maar hele lange penissen te zien zijn die bovendien wel een uur lang keihard zijn en vrouwen alle hoeken van de kamer laten zien. En nou ja, als jongetje van 12 zie je dat en dan denk je, oh mijn god, hoe moet ik dat in godsnaam letterlijk klaarspelen? En ik denk dat jongetjes daarin heel erg worden losgelaten, dat hun autonomie eigenlijk wordt overschat. Terwijl ze misschien best wel wat hulp zouden kunnen gebruiken. Kortom, we hebben seks op alle billboards om ons heen, maar we zijn eigenlijk super onzeker met z'n allen. Ja. Carlijn, in hoeverre speelt dit seksuele autonomieverhaal een rol in de seksuele vorming voor jongeren op dit moment? Nou, ik denk inderdaad dat het heel belangrijk is. Ik zei net, ik ben mijn 3D-clitoris vergeten, dus die wordt tegenwoordig echt gebruikt in seksuele vorming. Dat, ik weet niet, als je het niet weet, moet je het echt even opzoeken, want het is echt even een plaatje van belangrijk. De 3D-clitoris. Maar helaas, hij ligt nog thuis op de piano, maar ja.
En, maar dat is ook intimiderend voor mannen, toch? Ja, bijna al mijn vrienden hebben tegenwoordig echt... zo'n 3D-clitoris op het nachtkastje liggen, weet je wel? Daar zit je ook van, ja. Nee, maar super interessant is het. Ja, nee, weet je, het is het, uiteindelijk gaat het over genot en plezier en fijn samen kunnen zijn. Dus ja, natuurlijk is het spannend, dat hoort er ook bij. Maar dit is leuke spanning. Dit is ook hoe je elkaar, ja. Dus nee, ik denk dat het heel belangrijk is. Maar je ziet inderdaad in seksuele vorming dat we heel erg geneigd zijn om meisjes te leren nee zeggen. Van nee, hoe zeg je nee? En grenzen aangeven. En waarmee je eigenlijk het beeld schept dat zij verantwoordelijk zijn voor de grenzen aangeven. Dus als er iets gebeurt, hebben zij hun grens niet goed aangegeven. En dat we jongens eigenlijk vaak leren van hoe je grenzen moet respecteren. Waarmee je eigenlijk de impliciete boodschap geeft. Jij moet dat leren, want dat kan jij niet zelf. Dus want jij hebt iets in jou waardoor jij geen grenzen kan. Terwijl de meeste jongens dat prima kunnen. En dus je ziet wel dus in de laatste jaren in dat de seksuele vorming ook echt steeds meer zijn aangepast. Want eigenlijk is het veel lastiger voor een meisje om ja te zeggen tegen seks. De sletvrees, zoals Sunny Bergman dat mooi gecoind heeft. En dat is heel reëel. Dat is niet alleen iets in ons hoofd. Als jij veel seks hebt, vinden kinderen op school vinden het terecht dat er een blootfoto van jou naar de hele school gestuurd wordt. Ja, dan moet je dat maar niet doen. Maar dat is gewoon grensoverschrijdend gedrag. Dat mag je niet doen zonder consent. Dat als iemand niet heeft gezegd, je mag dat naar de hele school sturen, mag je dat niet naar de hele school sturen. Maar waarom we het zo eng vinden om ja te zeggen, is volgens jou omdat er een oordeel over ligt. Of ja. Zit het ook in dat we niet zo goed weten nou ja, wat is ook we willen de dubbele moraal. Een meisje verliest iets, hè, door seks. Die verliest er maagdelijkheid, de eer, de respectability. Hoe zeg je dat in het Nederlands? Nou ja, dat is gewoon nog steeds we horen echt jongeren zeggen, je hebt meisjes, je hebt een beetje in focusgroepen. Ja, je hebt meisjes die zijn voor de seks. Daar hoef je niet respectvol mee om te gaan. Dat zijn de sletten. En je hebt meisjes voor de relaties. Dus dat zijn de meisjes die misschien zeg maar wel hier en daar eens een vriendje hebben, maar wel vaak voor langere tijd. Maar die meisjes die zeg maar weer meer experimenteren en wat, nou ja, of wat kwetsbaarder zijn en wat moeilijker nee kunnen zeggen. Nou ja, whatever de reden is dat ze veel vriendjes hebben, vinden heel veel mensen terecht dat daar respectloos mee wordt omgegaan. Dus het is ook niet voor niks dat sexting vaak over meisjes gaat. Het is veel kwetsbaarder voor een meisje om bloot door de hele school te gaan dan voor een jongen. Ik wil niet zeggen dat het voor een jongen leuk is. Het kan ook heel traumatisch zijn. Maar het is niet gek dat dat vooral meisjes... Meisjes kan je pakken daarmee, weet je. Je kan er dus voor schut zetten. Dus je kan er naar beneden halen. Dus, leer je dan dat meisje? Want kijk, op het moment dat het dan weer gaat van kijk uit voor sexting, wordt het eigenlijk weer dat de nadruk op een grens of een beperking ligt. Wat leer je dan om meer die seksuele autonomie te voeden? Nou ja, om juist je wensen ook te benoemen. En wat wil ik wel? Dus hoe kan ik wel fijn? Maar eigenlijk is het veel belangrijker om ook met jongens hierover te gaan praten. Ik bedoel, jongens en meiden zijn verantwoordelijk voor wensen en grenzen. Dus zowel met jongens moet je praten over wensen en grenzen, als met meiden moet je praten over wensen en grenzen. Jongens vinden het veel moeilijker om hun grenzen aan te geven. Dus weet je, die weten vaak niet eens waar hun grens liggen. Want daar hebben ze eigenlijk nog nooit over nagedacht. Want seks is toch stoer. Dus ja, hoe kan ik nou nee daartegen zeggen? Dus we vinden het zelf ook in de maatschappij veel erger als een leraar met zijn vrouwelijke leerlingen gaat, dan als een lerares met een jongere man gaat. Want dan op oude fiets moet je leren. Weet je, het zit in onze hele cultuur, zit zeg maar die dubbele moraal. En je ziet op beide seksen dus een druk mensen daarin. Worden op anders afgerekend. Jongens en meiden worden anders afgerekend op hun seksueel gedrag. En wat kunnen wij nu doen? Want we hebben nu deze opvoeding gehad. We zitten in deze cultuur. Hoe kunnen wij als twintigers, dertigers, veertigers, vijftigers... als we ons in iets herkennen van deze achtergrond... seksueel autonomer... Nou, ik denk dat we echt moeten stoppen met praten over seksualiteit als verovering. Als iets... Als jagen, als dus dat seksualiteit is iets. Nee, consent. Het consent zit. En veel mensen zeggen het is niet sexy, maar ik echt consent is heel sexy. Want als je consent hebt en er is een soort veilige. Je weet dat als er iets gebeurt wat ik echt niet prettig vind, heb ik een mogelijkheid om dat te stoppen. Heb je veel meer vrijheid om ook te exploreren wat je wel fijn vindt. Dus ik denk echt, je ziet het echt. Nee, ik vertelde net. Ik was een keer op zo'n Wasteland feestje. Ik weet niet of mensen dat kennen, Wasteland. Dat is een beetje zo'n kinky feestje. En ik was daar voor mijn werk, helaas. Ja, ik zeg het er even bij. Ja, ik ben toch een vrouw, hè? Dus ik weet niet. Nee. Maar en ik merkte, daar consent is daar heel belangrijk. Dus eigenlijk, je kan daar vrij makkelijk zeggen als je iets niet leuk vindt of niet meer prettig vindt.
dan kan je vrij makkelijk zeggen van hey, dat vind ik niet meer leuk. En daar wordt gewoon goed naar geluisterd. Dus zo'n persoon zegt dan ook van, oh, oké. Okay, en nou ja, of we drinken gewoon. Nou, ik merkte ineens, nou, ik stond met allemaal mensen te zoenen. Ja, maar dit en, werkt. Wow, dacht ik van, wat gebeurt hier? En ik vond het superleuk. Ik dacht, zou ik in de normale disco nooit doen. Omdat ik me niet veilig genoeg voel dat op het moment dat ik het niet meer leuk vind, dat ik het kan stoppen. Dus ik denk dat we... consent niet als, zeg maar wat jij net zei, als contract. Nee, contract niet. Maar als ja, consent dat gebeurt als iets dus... asexy zien. Maar het is juist iets wat je toevoegt, waardoor je een soort veiligheid inbouwt. Waarin je juist die vrijheid krijgt om je seksualiteit te exploreren. Want dat gebeurt, dat is nu in het... ik zie verschillende initiatieven in andere landen opduiken. Over consent. En als we het dan even over dit bed hebben. Van hè, of er niet een consentcontract of app moet komen om toestemming te geven. Dat je ook echt seks wil als je met iemand mee naar huis gaat. Ja. Is dat een idee waarvan mensen trouwens de afgelopen periode, toen ze dat in het nieuws zagen, dachten, goed idee? Als mensen dat hebben gehoord over dat je toch een contract of met je vingerafdruk je achterlaat dat je wel oké bent? Nee. Nee, we hoeven het dan misschien ook niet over te hebben. Hè? Want, nou ja, ik denk dat sowieso belangrijk is dat consent iets is wat continu. Want als je dan zo'n vingerafdruk hebt gegeven en er gebeurt iets waardoor je niet meer wil, moet je dan? Weet je, dat is een beetje... Maar toch is die werkelijkheid, vind ik wel, ingewikkelder. Want in de voorbereiding hiervoor ging toch dan eventjes zo wat van die dates langs. En dan herinner ik me bijvoorbeeld een date met een jongen. En dat was superleuk. En nou, hij gaat mee met mij naar huis. En hartstikke leuk en supergeil. En we zitten er helemaal in. En dan toch op een gegeven moment iets in mijn hoofd gedacht dan van... weet je, maar volgens mij wil ik niet per se penetratie. Maar voor de rest waren we alles aan het doen. En dat moest ik dus op een gegeven moment... kan ik dat blijkbaar wel, dat ik dat dan zeg. Maar hij was echt wel pist, weet je wel. Mm. En ik snap het eigenlijk ook. Want het is natuurlijk super... weet je wel, ik heb dat wel allemaal gedaan en opgetogen en opgewarmd. En ja, hij ging toen wel met dat hele soort... dus het was voor hem ook niet cool. Nee, ik bedoel, wat is dat dan? Nou, we zijn seks ook heel erg als synoniem gaan zien met penetratie. Maar dat is helemaal niet. Dat hoeft helemaal niet. Dat is ook iets van de laatste... sinds de jaren 70 met de opmars van porno... die heel erg is gefocust... de mainstream porno in elk geval op penetratie. En met de komst van de pil. Met de komst van de pil is een hele hoop sensualiteit verloren gegaan. En dat is heel erg zonde. Want seks is echt veel meer dan alleen die penis in een vagina die een beetje op en neer gaat. Vooral voor vrouwen. En ik denk dat seks ook voor mannen veel leuker wordt. Als ze dat doen met een vrouw die zelf ook echt heel erg geniet. En die niet een trucje afwerkt of zo van penetratie. Maar ik snap ook best maar dat het zit wel heel diep geworteld. Ja, je gaat naar iets toe, laat ik maar zeggen. Ja. Maar ik snap best dat hij baalt, weet je? Ik snap best dat hij baalt, maar ik snap niet als hij door zou willen gaan als jij niet wil. Dat snap ik niet. Ja. Dus een vraag stellen. Hè, want we hebben het hier een beetje over dat mannen en vrouwen en meisjes en jongens op een andere manier worden opgevoed, zo'n beetje. Maar het is natuurlijk bij mannen niet echt officieel, hè? Alles wat je nu vertelt over porno en zo, dat is eigenlijk wat wij in ons schaamte deel doen. Dit spreken we nooit met onze vrienden of met onze vader of zo, die ons leert van daar moet je op die website zijn. Dus hoe, weet je wel, hoe kunnen we zeg maar de seksuele opleiding van de man, de jongen, meer naar het formele trekken, zodat zij het dus ook op school of hun ouder horen van hoe het dan wel of niet zou moeten. Wij vinden dat seksuele opvoeding begint bij de geboorte gewoon. Dus we hebben ook pakketten voor lagere scholen, peuterspeelzalen. Dat is iets wat eigenlijk je hele leven eigenlijk doorgaat. Het gaat ook na je 20ste, 30ste, 40ste, 50ste gaat allemaal gewoon door. Dus het zou gewoon onderdeel... Inderdaad, wij vinden op alle scholen, dat is op zich ook verplicht, moeten ze iets geven. Alleen consent of juist zeg maar wensen, grenzenstuk wordt heel vaak overgeslagen. Je ziet dat jongeren vooral krijgen over veilig vrijen, dus condoomgebruik, niet zwanger worden en SOA's. Nou ja, dus dat is dat. Maar ook is, zo'n idee dat als je seks hebt, dat dan wel gewoon penetratie is. Dat en vaak met een orgasme van de man. Dat is zo diep ingebakken, weet je. Ja, maar wel? Ook omdat we het daar dus helemaal niet over hebben. Ik vind dat een hele goede vraag van Maurice. Hoe help je dan die jongens die inderdaad in hun kamertje naar die film zitten te kijken? Dat is heel lastig. Want pubers, die willen natuurlijk helemaal niet met hun ouders over seks praten. En ik denk inderdaad dat het allereerst al aan ouders is om ervoor te zorgen dat er een soort openheid is.
al vanaf jongs af aan opgebouwd. Dat een soort dat de schaamte en gêne, dat die zo klein mogelijk is. Dat die drempel zo laag mogelijk is. Zodat als zo'n puber dan toch vragen heeft, dat hij dan wel bij zijn ouders terecht kan. Bij papa of bij mama, bij een van de twee. Liefst ook bij papa. Want papa, vaders zijn ook in Nederland nog best wel afwezig bij die opvoeding. Bij de seksuele opvoeding van zonen. En dan zijn ze min of meer aan hun lot overgelaten. En dan komen ze ook nog eens in een wereld waarin wij het ook niet hebben. Maatschappelijk hebben wij het ook niet over porno. Als we het over hebben, dan hebben we een soort moreel paniekdebat. Terwijl porno is super handig. Je kunt er heel veel grenzen mee verkennen voor jezelf. Dus het is niet per se, het is niet per definitie slecht. Zeker nu, er wordt echt hele goede porno gemaakt ook. Die mainstream porno, die vrij toegankelijke porno, die jongens van 12 zien, dat is wel porno waarvan je kunt afvragen of dat goed is voor hun vrouwbeeld, voor hun eigen seksuele ontwikkeling. Daar zouden we best een keer met z'n allen over moeten kunnen praten, zonder dat we meteen vervallen in veroordeling van porno. Maar gewoon van, wat zien we hier en waarom zien we dit hier? Want het zijn wel gewoon veel mannelijke fantasieën. Het is gewoon een catalogus van fantasieën. Ja, want kijk, wij zitten er al. Ik vind het super boeiend om over opvoeding van kinderen te praten. Ik heb er straks zelf ook nog een paar te gaan. Maar wij zitten er al. Dus met die 60% die hier aan het daten is, die gaat wel, als ze naar bed gaan, dan zit je toch wel in een consensus. Nu nog met elkaar. Dat waarschijnlijk als je uitgekleed in bed ligt, dat daar wel penetratie zal komen. En dat zowel de man zich niet een beetje impotent voelt als dat niet een orgasme van komt. En dat de vrouw ook wel voelt dat het daarna is afgelopen. En dat zijn dat is een boog van verwachtingen die natuurlijk niet zomaar uit ons systeem nu is. Nee, maar ik denk wel dat we daar heel veel kunnen winnen als we daar gewoon ook in zo'n bed over zouden praten. En wat seksuologen zeggen is dat mannen het dan nu toch eventjes op de vrouwenmanier zouden moeten doen. Uiteindelijk is er niet een man of een vrouwenmanier, maar in deze situatie hebben we dan kennelijk voor ogen dat mannen per se willen penetreren en dat vrouwen misschien. Sommige dingen werken bij vrouwen wel anders. Vrouwen gaan snel in hun hoofd zitten. Vrouwen hebben bepaalde remmingen. En die worden heel erg gevoed, maatschappelijk gezien. En daar ben je niet 1, 2, 3 vanaf. Daar kunnen we nu vanavond over hebben. En het is niet zo dat je dan naar buiten loopt en denkt, zo, ik ben helemaal bevrijd. Dat zit zo diep geworteld. Ja. En daar gaat misschien nog, daar gaan nog generaties overheen. Het zou fijn zijn als we nu ook al een beetje fijne seks hadden. Maar je brengt me wel nog op een ander ding. Wat ik denk, ik weet namelijk dat we een beetje dit thema aan het afronden zijn. Maar ik denk, ik wil toch nog eventjes dit erover. En dat gaat over die remmingen. Want wat ik een ander heel ding vind, en wat ik me afvraag of we dat vanavond goed genoeg hebben aangestipt, is dat verleiden en dus dat hele, evenwel het MeToo-discussie die is geweest. Maar als het zo is dat we als vrouw remmingen hebben, dan wil je een man die je daar ook overheen meeneemt. Okay? Maar dat is dus wel ook weer zo'n grijs gebied. En ik zou toch wel even willen kijken. Dat is een heel lastig gebied. Toch? Ik ga toch weer eventjes heel kort. Ja, sorry dat mijn hele persoonlijke. Maar ik had dus een scharrel van een jongen die ik vaker zag. En die kon dus gewoon. Dan wilde die iets seksueels doen. Hij was een heel sympathieke jongen, heel leuk. Maar ik had dan bijvoorbeeld geen zin. Of omdat ik was aan het studeren. En wat hij dan kon was, hij kon dan door bepaalde dingen in mijn oor te gaan zeggen, maar uiteindelijk toch in de mood krijgen. Maar eigenlijk zei ik heel duidelijk dat ik geen zin had. En ik wilde het ook eigenlijk niet. Maar hij had me er wel. Nee. Nou, en ik weet gewoon echt oprecht niet wat ik daarvan denk. Want dat is natuurlijk wel waanzinnig. Dat wil je wel dat een jongen doet. Ja. Je zo in de moed krijgen. Maar hij ging echt wel over een grens even heen. Ja, het is denk ik belangrijk voor vrouwen om te beseffen dat hoe de opwinding werkt bij vrouwen. Ik weet niet of jij dat ook zo. Dit is in elk geval wat ik in mijn research ben tegengekomen, is dat de opwinding bij vrouwen heel erg verloopt vanuit de blik van die man op haar. Dus eigenlijk is het vrouwenlichaam essentieel in dit bed. Want zowel voor de vrouw als voor de man verloopt daar de opwinding. Een man die wordt, zeg maar, die krijgt een stijf als die een mooie vrouw ziet met tieten en een kont. Die denkt zo mooi. En een vrouw, dan gaat het wat anders. Die ziet, zeg maar, die stijve. En die wordt niet opgewonden van die stijve. Maar die denkt, oh, die is opgewonden omdat hij mij ziet. En dat wint haar weer op. Dus er is een soort wederkerigheid bij vrouwen. Ook als een vrouw naar porno kijkt, er is onderzoek naar gedaan waar dan de blik van de vrouw op gericht is.
een man die kijkt naar het vrouwenlichaam in porno. In mainstream porno is dat ook niet zo moeilijk, want dat is het enige lichaam wat je ziet. Maar in andere porno waarin je beide lichamen ziet, dan kijken mannen kijken naar het vrouwenlichaam en een vrouw ook. En die kijkt af en toe wel naar de man, naar het gezicht van de man. Maar dit maakt het dus wel heel lastig. Als die vrouw ingewikkeld met dat brein is. Ja, het verklaart... Dat een nee dus dan toch niet altijd nee is. En nee, maar dat het verklaart is waarom vrouwen vaak ook fantasieën hebben over overrompeld worden door een man. Dat maakt haar namelijk ik zo... Ik maak even de gelegenheid gebruik om hier ook even gezellig bij te komen. Ja. Ja. Dus nu toch met... We gaan zo over, je komt erbij. Ja. Of toen we toch dit over de man hebben. Hè? Ja, precies. Maar ik zit er gewoon gezellig bij. Ja. Maar ik doe verder niks. Nee. Nou, even mijn zin af te maken. De opwinding zit hem dan voor een vrouw erin dat zij denkt... wow, die man die vindt mij zo aantrekkelijk... dat hij door roeien en ruiten gaat om mij te krijgen. En dat wint op. En dat verklaart maar misschien waarom vrouwen... Maar mag die niet grensoverschrijdend zijn. Nee, dat is ingewikkeld niet. Toch? Nee. Maurice, vind jij dit ingewikkeld? Ja, ik vind dit ook ingewikkeld. Want, maar goed, dat is misschien ook weer... popculturele cliché waar we misschien ook dan weer mee zijn opgegroeid. Maar ergens is er nog zoiets als de man die dan het initiatief neemt. Dus we hebben het ook aan tafel al eerder over gehad, omdat we het een beetje beladen vonden. Maar wanneer wordt dan die eerste zoen gegeven, zeg maar? Hè? Zonder dat wordt... zonder dat je dat dan formeel gaat vragen. Want heb ik consent om jou te zoenen? Maar dus dat ik dus nu in zou leanen en dat jij dan terug zou leunen. En dat we dan zouden zoenen of andersom. Of met z'n drieën. Of met z'n... Maurice, ja, die is, Maurice is lekker neergestreken in dat bed, jongens. Maar gelukkig is dit voor mij niet echt een actuele kwestie. Maar ik kan me voorstellen dat voor veel jongens en voor veel mannen... dat het, ook als je dus in dit stadium bent. Je bent al bij iemand thuis, wat je zelf ook zei. Je bent al best wel op een gezellig baas bezig. Maar dat het dus niet altijd duidelijk is wanneer je dus assertief, laat ik het maar zo zeggen, assertief kan zijn. En de Nederlandse man was daar, wat we ook hoorden uit vorig gesprek, daar toch al niet zo ster in. Dus ik kan me voorstellen dat moeilijker is geworden in de tijd waarin we nu leven. Ik denk dat het vooral dat zodra het over overhalen gaat of iemand ergens toe zetten waarvan je eigenlijk gewoon ziet dat iemand dat niet wil, dat je er gewoon mee op moet houden. En als iemand dan toch wil, geeft hij het later zelf wel weer aan. En dit, wat ik denk heel onveilige situatie creëert is... En dat zie je ook in die hele Weinstein-discussie... en dat hele Ansari... Ik vergeet het altijd. Aziz. Ja, is dat er toch een cultuur is... waar we sneller van mannen accepteren... dat ze alsof ze niet meer kunnen stoppen. En nou ja, inderdaad, dat ze gewoon veroveren en jagen. En toch een soort het gevoel hebben... als ik het geregeld krijg, is het wel oké. Okay. Ik doe toch niks strafbaars. Maar dat is niet oké. Okay. Het gaat eigenlijk altijd ook over naar die anderen kijken. En van, hey, is diegene er hier nog oké mee? Is diegene hier... En er zijn natuurlijk twijfelgevallen. Het is natuurlijk niet altijd zwart-wit. Je kan het altijd vragen. En als je elkaar misschien... Dit was iemand die je al kende... Dus dan hoop ik dat je dan ook daar ook over kan praten. Daarom is praten over seksualiteit ook heel belangrijk. Dat je het over dit soort dingen kan hebben. Dat je hier afspraken over kan maken. Dat jij achteraf kan zeggen, hey, nou, ik vond het eigenlijk niet zo leuk. Wil je dit volgende keer niet meer doen? Of als je het misschien eigenlijk toch best wel spannend vond. Dat je denkt, nou, weet je, dus dat het iets is waar je het over kan hebben. En waar je elkaar in respecteert en serieus neemt. Maar het is eigenlijk niet goed. Het is, als jij zodra je ziet dat de ander het gewoon niet prettig vindt en niet wil. Ja, dan is het heel jammer voor je. Maar dan is het gewoon op dat moment even klaar. En misschien kan je dan inderdaad lekker kopje tegen. Weet ik veel. Nou, we hebben een mooi bruggetje. Mooi bruggetje. We hebben een heel grappig filmpje om. Want we zijn hier natuurlijk helemaal niet uitgekomen nu in dit gesprek. Ik had het toch wel even graag willen kraken in 20 minuten. Maar we sluiten even af met een filmpje. If you're still struggling with consent, just imagine instead of initiating sex, you're making them a cup of tea. You say, hey, would you like a cup of tea? And they go, oh my God, fuck yes, I would fucking love a cup of tea, thank you. Then you know they want a cup of tea. If you say, hey, would you like a cup of tea? And they're like, I'm not really sure. Then you could make them a cup of tea, or not, but be aware they might not drink it. And if they don't drink it, then, and this is the important part, don't make them drink it. Just because you made it doesn't mean you are entitled to watch them drink it. And if they say no thank you, then don't make them tea. At all. Just don't make them tea. Don't make them drink tea. Don't get annoyed at them for not wanting tea.
They just don't want tea, okay? They might say, yes, please, that's kind of you. And then when the tea arrives, they actually don't want the tea at all. Sure, that's kind of annoying as you've gone to all the effort of making the tea, but they remain under no obligation to drink the tea. They did want tea, now they don't. Some people change their mind in the time that it takes to boil the kettle, brew the tea, and add the milk. And it's okay for people to change their mind. And you are still not entitled to watch them drink it. And if they're unconscious, don't make them tea. Unconscious people don't want tea. And they can't answer the question, do you want tea? Because they're unconscious. Okay, maybe they were conscious when you asked them if they wanted tea. And they said yes. But in the time it took you to boil the kettle, brew the tea, and add the milk, they are now unconscious. You should just put the tea down. Make sure the unconscious person is safe. And this is the important part again. Don't make them drink the tea. They said yes then, sure, but unconscious people don't want tea. If someone said yes to tea, started drinking it, and then passed out before they'd finished it, don't keep on pouring it down their throat. Take the tea away. Make sure they're safe, because unconscious people don't want tea. Trust me on this. If someone said yes to tea around your house last Saturday, that doesn't mean they want you to make them tea all the time. They don't want you to come around to their place unexpectedly and make them tea and force them to drink it, going, but you wanted tea last week. Or to wake up to find you pouring tea down their throat, going, but you wanted tea last night. If you can understand how completely ludicrous it is to force people to have tea when they don't want tea, and you're able to understand when people don't want tea, then how hard is it to understand it when it comes to sex? Whether it's tea or sex, consent is everything. And on that note, I'm going to go make myself a cup of tea. En heel erg bedankt, Carlijn, Maartje. Yay! En nu hebben Maurice en ik tot slot nog een hele hot date samen met een van de heetste mannen van Nederland. Hebben wij gehoord. Namelijk zo'n man waar duizenden vrouwen berichtjes naar sturen. Zo'n ploert. Ja, omdat ze echt met hem op date willen. Zo, ja. Zullen we eens kijken of hij initiatief gaat nemen. Of alleen maar over zichzelf gaat praten. Ja. De barman met de mooie ogen uit First Date hebben wij het natuurlijk over. Victor Abum! Hey! Victor! Ja, nee, het is... welkom, kom bij ons Ik ga bed. Ook op het bed. Ja, cool. Nu wel. Nu ineens wel, ja. Ja, gezellig. Wij zijn super blij dat jij er bent, want ik heb begrepen dat je jezelf zou verloten vandaag voor een Valentijndate en dat daar duizenden mensen op hebben gereageerd. Vandaag niet. Of was het niet vandaag? Maar nee, in ieder geval, dat komt wel regelmatig voor, toch? Nee, dat hebben we één keer gedaan. En er waren inderdaad 6000 reacties op. Dus dat liep een beetje uit de hand. Wat, nog even terug voor iedereen die de First Date nog niet heeft gezien. Dat is een datingsprogramma op de Nederlandse tv. Ja. En jij was daar de barman eigenlijk. Want het gaat over mensen die een soort van een First Date met elkaar. Maar jij staat eigenlijk op de achtergrond. Maar op een of andere manier kwam heel veel aandacht naar jou toe. Maar ik snap het ook wel, want ook ik verdwijn een beetje in je grote blauwe oog. Hoe is dat gegaan? Ja, eigenlijk ben ik gewoon een paar ogen en verder houdt het allemaal een beetje op. Nee, ik was aan het werk bij Sexyland, waar ik normaal werk. En kwam een vrouw... In Amsterdam-Noord? Ja, een plek waar we elke dag een andere eigenaar hebben. Was een feestje van een erotisch magazine en een vrouw die zei... Joh, vriendin van me doet de casting van een tv-programma. Moet je doen, schuift vet goed. Dus ik denk, nou ja, hè? Horeca verdient niet zo goed. Ik ga barren voor een veelvoud van het geld. Dan neem je een tv-programma op... Geen idee wat dat inhoudt. Ligt het een paar maanden op de plank. En toen kwam de eerste uitzending. En dan krijg je de social media. En daar was het in één keer, ja, allemaal leuk en aardig met die dates. Maar wie is die barman? En dat, wij zaten dat bij Warner Brothers te kijken. En elke keer gooide iemand weer een telefoon onder mijn ogen. Met een tweet erop. En ik zat alleen maar ongemakkelijk, net zoals nu. Een beetje achter in die zaal. Zo, okay, wat is dit? Ik dacht dat ik alleen maar bier zou tappen. En nu zijn we een halfjaartje verder. En je hebt een spin-off gekregen? Ja, dat is een groot woord. Soort van. Okay. Maar de date is er nooit van gekomen. Want het waren best wel expliciete berichtjes die je allemaal hebt gekregen, hoorde ik. Was dat intimiderend voor jou? Ja. Op wat voor manier? Maar ik bedoel, voelde je je bedreigd? Of voelde je je
ja, ik weet niet, miskend of wat. Voor een deel zal het vlijend zijn geweest. Ja, tuurlijk, voor een deel vlijend. Maar ik heb eigenlijk nooit wat anders gedaan. Ik ben altijd barman geweest. Alleen nu barman met een camera op me toet. En blijkbaar verandert dat iets aan je. En komen dan in één keer allemaal mensen die een beeld van je hebben. En idee hebben van, oh, hij doet dit en hij zal wel dit zijn. En dat gaat was dat voor jou? Wat deed dat dan? Heel veel gelachen. Echt heel veel gelachen. Maar voel je ook een soort object of zo worden? Dat kan ik me dan zo voorstellen. Zo van iemand die alleen maar naar je uiterlijk kijkt en denkt, oh, die ogen, daar wil ik mee. Weet je nog hoe jullie me net aankondigden? Ja, tuurlijk. Ja, dat. Want je bent ook gewoon socioloog. En je bent gewoon een hele serieuze man. Maar weet je, je bent meer dan, je hebt inhoud, wat ik maar zo zeg. Maar nog even deze man heeft duidelijk inhoud. Is het zo dat je nog even, nog terug in de tijd, de thuissituatie, hoe was die? Was je toen single of was je, had je een relatie? Toen de tijd van de opnames? Ja, toen was ik single. Oké. Okay. Ja. En nu niet meer? Ik ben nu aan het daten met iemand, ja. Oké. Zo waar. Socioloog? Niet via het programma. Niet via het programma, dat is van buiten maar je bent socioloog. En daarmee zul je ook wel op een hele interessante manier kijken naar wat er gebeurt tijdens zo'n avond in Sexyland. Want ik heb begrepen dat daar heel veel mensen op date komen. Nou, ik heb daarvoor... Heb jij een glaasje water toevallig? Ja, natuurlijk. Ja, pak het voor je. Ik heb daarvoor lang bij de Wetering gewerkt. Klein bruin café, heel persoonlijk. Dus daar komen heel veel blind dates. Heel veel. Het is een soort Tinder-locatie. Wat is dan een beetje de sociologie van het blind daten? De eerste persoon die er zit, die bij elke keer als de deur open gaat, zie je zo'n blik van oké, zal dit een... Of, thanks. Meestal is de kerel die als eerste er is. Ja. Dat gaat nog steeds wel op. En die zit een beetje zo afwachtend rond te kijken van ja, wat gaat er nou gebeuren? Wat hebben ze aan? Zie je ook of iemand zeg maar zo'n speciaal date-outfitje aan heeft, die mannen? Ja, meestal mannen wel een klokkie. En dat vind ik zelf altijd een beetje... Ja, dus gewoon overdom. Echt, gewoon een horloge. Echt zo'n klok. Zo'n grote. Okay. Ja. En dan een jasje of een overhemd. Ja, zo'n outfit een beetje. Ja. Dus een beetje zo'n colbertje en zo haartjes glad. Op zich dus best wel schattig. Want die mannen die maken zich dus ook op om op die first date te gaan. Ja, ik denk het wel een beetje. Ja, toch? Oké, en zij zitten daar, dus heel even, neem ons even mee, zo'n first date. Over het algemeen dus, generaliserend gezegd. Ze zitten daar met een klok en een jasje en een haartje erachter, als ze die hebben. En dan zitten ze daar als eerste te wachten. Ja. En dan komt, hoe laat ongeveer daarna die dame aan en hoe ziet zij eruit? 5 à 10 minuten, en meestal gehaast. Dat is zo'n beetje de cliché. Maar het leukste zijn zo die, ook bij first dates, mensen zien elkaar echt bij me aan de bar helemaal voor het eerst. Ze hebben elkaar nog nooit gezien. Dus ja, dat eerste onderwerp, dat vind ik altijd briljant, waar mensen dan over beginnen te lullen. Wat zijn er statistieken? Ik bedoel, zijn er vaste onderwerpen die wel werken en niet? Of waar je het op ziet? Wat ik ook al hoorde, de checklist vanuit vrouwen. Die echt gewoon meteen beginnen. Oké, waar kom je vandaan? Hoe oud ben je? Wat is je studie? Echt gewoon tak, 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 tak. En dan hebben ze nog niet eens een drankje voor de neus. Wauw. Maar ook mannen die compleet onder de indruk zijn en dan maar beginnen te ratelen. Gebeurt ook. Of een stel wat in één keer zat te praten over de grootste molen van Europa. En dat ze allebei dachten, hoezo hebben we het hier over? Maar ja, dat loopt dan zo. Hey, en jij als barman, jij weet natuurlijk ook wat mensen dan bestellen. Wat is een goed first date drankje? Dat is heel vreemd. Het eerste seizoen dronk iedereen Sex on the Beach. Terwijl ik echt nog nooit mensen ben tegengekomen in het wild die Sex on the Beach drinken. Maar dat is ook gewoon vrij potige kerels die dan... Want dat is een cocktail of zo? Ja, maar echt met cranberry sap en vodka en peach snaps en zo. En dan zit er zo'n brede sportschoolgast dat te sippen door een rietje. Ja, ik geniet van dat soort momenten, weet je. Dat is leuk. Wat drinken de vrouwen? Gaan die dan daarin mee? Of zeggen die dan, ja, geef maar wat hij neemt. Of nemen zij er iets anders? Nee, gaan er meestal wel mee. Ja. Oké. Okay. Ja. Volgzaamheid? Of is dat gewoon, zegt dat verder niks? Ik vind dat sowieso wel leuk. Als je gewoon een beetje suit speelt met elkaar. Dus een beetje kijkt van oké. Ten eerste gewoon de verbinding opzoekt met elkaar. En dan kan je daarna wel overstapje op je eigen drankje. Maar ik vind dat wel leuk als mensen elkaar een beetje opzoeken. En kan je eigenlijk al vrij snel zien of iets een geslaagde date is? Als zoals buitenstaanders? Ja, daar ben ik dus echt heel slecht in. Omdat mensen... Het is zo'n rare setting waarin je terechtkomt. Maar het is heel mooi om te zien als dan... fuck it. We willen zien wat er gebeurt. Ja. Nee, het is heel mooi om te zien als mensen dan eenmaal aan tafel zitten... dat ze zo naar elkaar toe komen. Dus dat kan je als buitenstaander zien wanneer mensen gaan levelen of zo.
Dus ze zijn meer alleen maar op elkaar gefocust. Hun wereld wordt kleiner, weet je. En wat is de gemiddelde lengte van een date eigenlijk? Zie je ook wel eens dates heel snel aflopen of juist... Daarbij 1,5 uur. Ja. Maar ik heb het ook inderdaad... Ja, in de horeca kom je ze in alle lengtes tegen. Ja. Zie je wel eens mensen heel snel uit elkaar gaan? Want dat is dus inderdaad... Het bleek ook vanavond heel moeilijk. Zie je wel eens mensen elkaar ontmoeten, een soort awkward eerste 1/2 uur hebben en dan echt vertrekken? Of komt dat ook bijna niet voor? Ja, iemand die om op 9 uur 's avonds op een zaterdag zegt dat hij de volgende dag weer belangrijke dingen te doen heeft. Ja. Weet je, oh dat ja, dat hoor. Ja, nee. Dat, nee? Ja, ik geloof daar niet in. Weet je, dat is gewoon een lulverhaal. Maar ja, maar je ziet het wel gebeuren. Dat, ja. En de positieve uitkomst daarvan? Mensen die elkaar tegenkomen en eigenlijk heel snel weten, oké, nou let's go, your place or my place? Ja. Die komt ook vaak voor? Ja, die heb ik al een paar keer mogen zien. En dat is helemaal leuk om te zien. Ja, want hoe gaat dat dan? Ik bedoel, wat gebeurt er? Gewoon zo'n waas over de ogen. En dat het gewoon, er zijn mondhoekjes omhoog. En dat is gewoon meteen, ja, dan, wij waren compleet overbodig. Dat was eigenlijk gewoon meteen een rap. En denk je dat dat opgewarmd zou kunnen zijn dan al bijvoorbeeld op een digitaal platform? Dat het op Tinder al heel lang speelt en dat ze daarom zo snel kunnen gaan? Of is dat ook dat fysieke? Ik weet dat niet. Ik heb nooit getinderd. Het lijkt er een beetje op jou. Ik heb dat nooit... Heb dat nooit nodig. Analoge man. Maar zouden we jou gewoon om de do's en don'ts voor een date kunnen vragen? Dus wat zijn de... voor alle singles hier of mensen die dat ook vast weer gaan worden? Nou ja, nee, ik ben best wel romantisch. Sorry, ik was een beetje te veel naar Noor geluisterd met haar anti-romantische gedachtegoed. Nee. Maar wat zijn de do's en don'ts voor dates? Ten eerste gewoon, en dat hoorde ik ook bij beide, zoek de verbinding op met elkaar. Wees een beetje flexibel. Heb het gewoon naar het zin. Wees niet te oordelend. Niet mannen, ja, dat mansplaining waar jij dan aan refereert heel erg. Dat mannen dan neiging hebben om alles uit te gaan leggen. En ja, waarom? Ja, dan heb je gelijk en dan. Dat is nou niet, je ziet niet een vrouw daar heel opgewonden van raken. Dat je dat toch een beetje op hoop, denk ik, dan altijd een beetje, zeg maar. Hey, en is er dan ook nog even... Nee, meer, toch? We willen het nog wel even meer doen. Ja, toch was dit het enige? Is dit gewoon de... Nee, daar begin je dan een beetje mee. En ja, nou ja, een van mijn vaste dingen in de wetering is... als vrouw zijnde, bestel geen thee. Want ja, je zet er... dat is iets van een barkeeper die dat ziet. Want wat zie je dan als je thee bestelt? Kijk... En zoals ik zeg, de man zit er als eerste. Die heeft waarschijnlijk een biertje, want die is een beetje zenuwachtig. Dus die zit een 1/2 biertje erin. Dan kom jij aan, bestel jij thee. Tegen de tijd dat die thee gezet is... Tea, weet je? Tegen de tijd dat die thee gezet is, zit hij met een leeg glas. Denkt hij, ja, fuck, ga ik nou die gast en die bier loopt te hakken... terwijl zij nog niet eens een slok van de thee heeft gedronken. Oftewel, je begint gewoon met een heel lastig spel. Maar zeg je eigenlijk, je moet alcohol bestellen... of mag je wel een Spa Rood wat gewoon snel is ingeschonken? Snap je? Ja, oké. Okay. Heel goed. Ja, je hebt hem voor de check. Ja. Maar dat thee drinken heeft ook met de tijdstip te maken. Wat is dan de beste tijdstip, de beste dag, beste tijdstip graag? Voor een date. Ja, even die... Ik heb nooit gezegd dat ik ook maar goed ben in daten of zo. Hè? Ik ben er persoonlijk echt een ramp in. Ik zie je gewoon maar je weet wel vanuit als barman van... Hey, kijk, weet je, als je in Sexyland op zaterdagavond gaat zitten... Weet je wel, dan komen er weet je, allerlei gasten waardoor het veel te druk wordt. En als je op maandagavond dan is het wat rustiger... dan heb je meer drank bijvoorbeeld. Denk even met je mee. Attenooien. Nee, elke dag is een goede dag om te daten, joh. Okay. Dat is eigenlijk gewoon... En wat zijn de don'ts? En wat zijn de don'ts? Wat moet je gewoon niet doen? Wat zie je echt, behalve de thee? heel stellig zijn. En heel erg... gewoon dat. Gewoon heel erg dingen voor jezelf houden. Je bent toch op date om het leuk te hebben met iemand. Ga je dan vermaken met diegene? Dus ga niet dingen voor jezelf houden. Ja, maar hoe zit het met die telefoon? En vraag een keer wat als man zijnde, for fuck's sake. Ja? Gewoon after van een man. Heel goed. Dat is inderdaad de eerste. Dat is een soort no-brainer. Gewoon leg je telefoon weg. Heb aandacht voor de ander. Dus dan ga je niet de hele tijd een beetje zitten kutten op je telefoon. Ja. En dus meer vragen stellen. Want blijkbaar praten mannen dus veel, maar die vragen weinig. Maar dat zijn dan ook verhalen waarin ze iets vertellen... waar niks van hunzelf in ligt. En dan krijg je inderdaad zo af en toe zo'n... verplichte vraag. We hadden bij de weteringen heb je een open haard. En daar moet ik af en toe een blokje hout op gooien. En dat is ook een hele favoriete plek voor mensen om hun date te doen. Dus als ik dan weet dat het een first date is... dan ga ik gewoon heel lang zitten kutten met die haard... zodat ik even mee kan luisteren. Dus, secundaire arbeidsvoorwaarden.
Maar dan hoor je van die hele mooie volzinnen als... Dus je kwam uit Friesland. En dat, ja, dat straalt zo mooi dat amateurisme van een eerste date uit. Ik weet niet. Ik vind het altijd heel ontwapenend. En wat als nou de tekst een beetje voorbij is en we tot het zoenmoment komen? Wat is nou, we hebben natuurlijk een heleboel heel correcte antwoorden vanavond gehoord over met hoeveel consent je dat moet aanpakken. Maar wat is nou een mooie manier om op die manier toenadering te zoeken die jij hebt gezien? Waarvan dacht je van, wauw, die ga ik onthouden. Ja, gewoon als het goed voelt, toch? Dat is een beetje, dat blijft gewoon een simpele dooddoener. Zo simpel eigenlijk. Is het toch, hè? Ja. Bij de wetering zag je dan vaker de man, zeg maar, dan het initiatief nemen of vaker de vrouw? Of gaat dat dan vanzelf? Bij de wetering was het leuk altijd. Kijk, mensen zitten dan de hele tijd plichtsgetrouw in een tafeltje. Maar het broeit wel, maar je weet niet, ja, ga je nou opstaan om iemand te zoenen? Dat is dan allemaal heel ver. En dan is eindelijk het betalen is dan gelukt. En dan zag je altijd, als ze eenmaal op straat stonden, dat er dan in één keer een soort... Oh, dan sprong het op elkaar en dan waren wij weer tevreden, hadden ons werk goed gedaan. Dat waren altijd wat leuke momenten. Wat zijn de favoriete plekken om naartoe te gaan? Je noemde al de wetering. Ja, die... Let's go. Kijk, dit zijn de officiële favo's van plekken waar jullie vanavond of een andere keer nog kunnen gaan daten. Ja, geen pin, dus neem cash mee. Heel belangrijk, anders ben je de vrouw even kwijt. Dat is Peter trouwens, een van de vaste gasten. Ja, gewoon een klein bruin café vind ik zelf heerlijk. Omdat het ongedwongen is. Je hebt een parterre gedeeltetje boven. Dus je wordt niet gestoord. Er is geen tafelbediening. Je kan gewoon lekker met z'n tweeën je ding doen. Festina Lente is ook leuk wat dat betreft. Café de Koe. Ook al. Bar Benjamin is ook oké. Zijn er nogal wat. Bar Joost in de Oost. Bruine huiskamerachtige kroegjes. Ja. Een museum. Ja, het al heel goed combineren ook met een bruin café. Nee, ik vind het zelf heel leuk. Dan kan je gewoon een beetje rondlopen en met elkaar praten over waar je op dat moment maar zin in hebt. Want je loopt toch midden tussen de Japanners en zo. Dus je kan het over compleet onpasselijke dingen hebben. Terwijl je gewoon ook nog cultureel bezig bent. En je kan je eigen tempo aanhouden. Je kan kijken van, goh, wat ziet iemand? Wat vindt iemand wel mooi? Wat vindt iemand lelijk? Wat fascineert je? Dit is wat je hebt gedaan met je huidige... Nee, gewoon op werk ontmoet. Oh, gewoon op het werk, oké. Okay. Ja, je creëert gemeenschappelijk ervaring eigenlijk, hè? Ja. Ja. En je bent in beweging, je kan dingen doen. En de derde? Dat is dan toevallig een plek waar ik ook gewerkt heb. Dat is de Tonton Club. Maar dat is wederom iets waar je dingen kan doen. Van andere mensen hoorde ik al bijvoorbeeld iets als Nemo. Glow in the Dark Midget Golf, dat soort dingen. Gewoon dat je een activiteit hebt en elkaar een beetje uit kan dagen, maar op een veilige manier. Dus je kan een beetje klooien met elkaar. Kijken van, oké, is iemand heel strikt met regels? Kan je tegen een stootje? Kan iemand tegen zijn verlies? Ja. Precies, dat soort afknappers. En zou jij nou met je date naar deze avond in Pakhuizen Zwijger zijn gegaan? Zou dit een goede date zijn geweest? Nou, ze zit... Nee. Ja. Ik zou wel hierna nog wat gaan doen. Ja, want dit is natuurlijk... Nu heb je genoeg stof tot nadenken of uitvoeren. Ja. Whatever. En daarna een drankje doen en duiken lekker op uit met z'n tweeën. Go for it. En eerst even die 3D clitoris googelen, toch? Dat is een soort... Ja, sowieso. Precies, maar ja. Daar heb je wel gelijk aan. We zijn aan het eind van de avond, hè? Ja, we gaan de bar in. Ja. Dankjewel. Eerst een groot applaus voor Victor Aboen. Victor, blijf ook gewoon gezellig nog even zitten. We willen jullie even natuurlijk van harte bedanken voor jullie komst. Want echt dat jullie je Valentijnsdag met ons hebben doorgebracht op een gezamenlijke date. Zo groot, zo'n groepsdate eigenlijk. Dat hebben we nog nooit meegemaakt. We willen onze gasten heel erg hartelijk bedanken voor hun komst. Want zij hebben ons toch wel meegenomen in hun werelden. Ze zitten hier allemaal nog op een rijtje. Noor Spanjer, Tom Gondry, Maartje Lateveer, Carlijne Blecour, Valérie Bicherou en Victor dus. De hele leuke filmpjes, de programmamakers upstairs. Altijd fijn dat jullie aan ons denken en ons allemaal nader tot elkaar brengen. Nog een heel groot applaus voor Gian van Gunsven. En natuurlijk Maurice Selecki. Dankjewel. Veel plezier nog vanavond. Beneden in het café. We drinken nog graag met jullie een glaasje. De auteurs die signeren ook. En happy Valentine's Day. Tot de volgende keer.